Goedemiddag, hartelijk welkom bij Reuring Online. Ik zal niet herhalen dat het anders voelt als normaal bij een Reuring Café, waar de band net stopt, mij introduceert met een tromgeroffel en ik huppelend voor het podium kom staan. Ik zit nu in de stoel. Eerlijk gezegd, het is wel een genoegen dat ik eindelijk op deze stoel mag zitten, want 100 keer heb ik naar anderen mogen kijken die op deze partij mochten zitten. Dat doen we anders. Wij gaan een mooi gesprek voeren over de prestatie van VWS tijdens de pandemie. En dat doen we op een bijzonder moment, want die pandemie is niet voorbij. En dat betekent ook dat we helaas een paar collega's die met ons dit gesprek zouden voeren, niet aan het debat kunnen deelnemen. Dat vinden we zij ook heel erg jammer. Want het zegt iets over de hectiek waarin op dit moment nog steeds moet worden geacteerd door mensen die bij VWS werken. Dus ze zijn geroepen ofwel naar de Kamer ofwel naar een politiek beraad te gaan. Dat zal zelfs tijdens het debat gebeuren, want Esther Veldhuis, die een van onze gasten is, zal ook tussendoor daar even voor van het podium gaan. Maar Erik, fijn dat we mogen spreken over, wat overkomt je eigenlijk bij een departement als VWS als er een pandemie uitbreekt? Ja, ik vind het ook wel mooi dat ik dit nog even kan doen. Ja, want jij stopt? 1 juni ga ik naar IJmeren toe, woningcorporatie. Ja. Oké. Dus in vliegende vaart neem je afscheid van de zorgwereld. Ja, maar wel heel mooi hoor. Ik heb de eerste 2 weken van mij een beetje uit mogen rusten. Maar de afgelopen 2 weken staan in het teken van afscheid, afscheid, afscheid. Ja. En dat is lekker veel, want het mag niet, in 1 keer met een afscheidsreceptie. Dus doe je het nu 10 keer, geloof ik. Oh, je hebt echt een tournee. Ja, dit past er ook nog wel een beetje in. Deze. Nog een beetje iets vertellen over wat VWS in die crisis allemaal voor een bijzondere ding heeft gedaan. Ja. Ja. Nee, we hebben al maanden geleden afgesproken dat voordat jij het VWS-pand zou verlaten, dat we een keertje bij Reuring over dat moeilijke, maar ook mooie onderwerp. Wat doe je met een pandemie? Wat hoop je dat we, hoe we het gesprek gaan voeren, Erik? Gewoon een beetje vertellen. Van, wat is dat nou voor, wat gebeurt er op zo'n departement? Hoe hebben we het gedaan? En dan waarschijnlijk ook op een gegeven moment nog even wat vragen. En gewoon een beetje uitleggen van, nou, hoe hebben we dat beleefd? Hoe is dat gegaan? Wat was er spannend? Dat hebben we ervan geleerd. En ik ben ook heel blij dat je even Marjolein Sonnema en Renier Renier Koppelaar, ja. Carla van Rooijen, die onder andere ook op het programma hier hadden willen zijn. Hadden hier willen zijn. Ja. Tot voor vorige week hadden we nog het idee dat de Eerste Kamer of dat die dat vorige week zou doen. Nou, dan gaat het ineens deze week, vandaag van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ja. En dan moet ook het hele team aan de bak. Er wordt ook weer nagedacht over of, omdat de cijfers zo goed gaan, er misschien versneld moet worden. Daar moeten ook weer mensen aan werken. En daarmee zie je ook een beetje de dynamiek waarin we zitten. Ja. En we improviseren. We kunnen straks ook vragen aan jou stellen. Hè, want jij hebt ook een belangrijke rol gespeeld 2 keer. En ik wil even gezegd hebben dat ze er heel graag bij hadden willen zijn. Omdat ze ook graag hun verhaal willen doen. Maar dat komt misschien een andere keer. Misschien dat ik voorzichtig solliciteer naar nog een keertje een Reuring debat. Ik denk dat best, dan komen ze zeker. Ja, nee, dat zou ik heel erg op prijs stellen. En ook jammer dat, dat ze niet bij kon zijn, maar ook alle begrip voor dat we zeker onszelf hebben moeten verdelen in de aandacht. Esther, ik zei al bij de introductie, laat ik het even al zeggen, van harte welkom, Esther Veldhuis. We hebben moeten afspreken dat je even ertussenuit gaat, maar ik ben heel erg blij dat je er wel bij bent. Dus we beginnen het gesprek even bij jou. Waar werk jij op dit moment? Nou, ik werk sinds 2 weken bij het ministerie van LNV als directeur PAF. Zeg ik altijd, PAF, dat is de leukste directie van LNV, plantaardige agroketens en voedselkwaliteit. Oh, het is de PAF van met een V, niet met een F. Ja, het is de PAF met een V. Ja. Dan moet ik natuurlijk vragen, waarom is het de leukste directie? Zullen we eigenlijk het gesprek gaan voeren hoe leuk het was om bij VWS te werken? Ja, laten we dat gewoon doen. Het is een hele fijne directie met hele fijne mensen. Maar die zijn er meer hoor. Ja, ja, snap ik. Want, wanneer tot wanneer heb je bij VWS mogen meehelpen aan het bestrijden van de pandemie? Nou, eigenlijk vanaf, zoals wij dan zeggen, de eerste golf. Dat was begin maart. En daar ben ik begonnen samen met Maaike. Dus jullie spreken straks ook nog met Maaike. En dat was bij de directie curatieve zorg. En vanaf oktober ben ik begonnen als plaatsvervanger DG bij Marjolein Sonnema. Aan de publieke gezondheidskant. En daar heb ik heel veel mogen doen samen met heel veel anderen op het gebied van testen bijvoorbeeld of quarantaine. Ja, en het mooie is, in dat domein heb ik met jou mogen samenwerken.
Dus dat maakt het voor mij ook een hele bijzondere Reuring. Dat ik vragen mag stellen, maar tegelijkertijd ook mogelijk vragen mag beantwoorden. Dus als jullie vast oefenen, als ik vervelende vragen stel, dan mogen jullie nog leukere naar mij stellen. Wat overkomt je dan als je in zo'n dynamische wereld geacht wordt goede oplossingen te bedenken? Of mee te werken aan oplossingen? Nou, wat je overkomt is het allereerste dat je gewoon niet weet wat je overkomt. Ja, dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat vond ik ook. Ik kwam zeker in die baan vanaf oktober in een... gewoon ook weer in een hele nieuwe situatie. Terwijl ik dacht, nou, ik heb best wel wat bij curatieve zorg op het gebied van die COVID meegemaakt. Maar dat was op het gebied van testen was het een compleet andere wereld waar ik niks van wist. Ik ging samenwerken met mensen die ik nog niet goed kende. Er was een tempo, ja, dat zijn weerga niet kent. Ik heb dat echt nog nooit meegemaakt. En ik denk dat we allemaal best wel van hard werken houden. Dus dat overkomt je. Dat je denkt, ik weet niet wat me overkomt. Heel heftig. Ja, en hoe ga je dan te werk? Want in zo'n dynamiek, je bijdrage leveren lijkt me knap ingewikkeld. Ja, ik zie dan altijd maar voor me een heel groot, diep zwembad. Zo'n enorm golfslagbad. En er stonden wat mensen met bandjes en zo aan de kant. En die riepen, nou spring maar Esther, we helpen je. Dus dat was natuurlijk ontzettend fijn. Maar ja, hoe ik dan werk is dat ik er gewoon maar inspring. En gewoon maar gaan en beginnen bij een begin. Zonder bandje? Ik had er ook denk ik wel een paar om. Maar ik keek en ik dacht, nou ik weet niet of ik dit ga redden. Maar ik ga toch wel springen. Want er staan genoeg hulptroepen, zijn ook beschikbaar. En dan werk je samen met heel veel mensen zowel binnen als buiten het ministerie. Wat vinden die dan van het ministerie? Of van jou? Nou, die laatste vraag vind ik ingewikkeld. Okay. Maar de eerste vraag... wat vinden die daarvan? Ja, hoe ik dat zelf heb ervaren is... ik heb aan de binnenkant van het ministerie... bij al mijn collega's heb ik echt van begin tot einde... en nu nog steeds, ik weg ben... een enorm warm en helpend gevoel gevoeld. Een enorme gezamenlijke sense of urgency. Dat vond ik echt... is ook echt heel erg mooi. Er was echt niemand die zei... joh meid, kom overmorgen maar terug. Aan de buitenkant vond ik het wel eens wat ingewikkelder... moet ik eerlijk zeggen. Er waren ook collega's van buiten mijn ministerie... die dachten... Nou ja, weet je, dat testen, hoe kan dat nou? Ik bedoel, hoe kan je nu nog maar 30.000 testcapaciteit per dag hebben? Dat moet toch wat te verzinnen zijn? En ik heb dat maar gewoon zo aangepakt dat ik steeds een 1-op-1 reach-out deed naar iedere collega die daar iets over liet horen. En ik vroeg, goh, heb je een beter idee? Ik heb alle hulp nodig. Kom maar, help me maar. Ja. Sommige mensen waren daar ook heel concreet in en heel snel. En sommige anderen zeiden, heb je alles gedacht aan het inschakelen van het ministerie van Defensie? En dan dacht ik, ja, weet je, die heb ik al lang aan boord. Ik heb inmiddels, ik hecht eraan natuurlijk ook hier weer te noemen, mijn beste vriend Boudewijn Boots had ik al aan boord. Dus dat kwam omdat wij via de beademingsapparatuur een contact hadden. Dus weet je, dan denk je van... zitten wij in dezelfde wereld? Ja. Maar ik wil wel graag zeggen dat ik heel blij was dat die collega's wel die ideeën aanleverden. Omdat dat ook voor mij weer een moment was om dan te kunnen vertellen... joh, die zijn al aan boord. Heb je misschien een ander idee? En ik kon ze ook uitdagen om... kom dan maar echt gewoon helpen hier. Kom hier, ja. Maar kun je je voorstellen dat niet iedereen weet wat er gebeurt binnen zo'n departement... en welke contacten er zijn? Ja, zeker. En daarom was ik ook, in het begin bij zo'n collega denk je dan ook, joh, ik heb toch geen pantoffel in mijn hoofd. Natuurlijk heb ik ook contact met Defensie, maar het was wel voor mij echt een goede leerschool om te begrijpen in al die hectiek waar ik in zat, dat een ander die zat er niet in en die dacht echt een goed idee te hebben, wat het ook was. En dat heeft mij echt wel geleerd om steeds maar weer toch de brug te slaan. En uit te leggen. En daar hebben we ook hebben we tijd voor gemaakt, denk ik. Ik hoop dat het genoeg was. Was niet altijd, maar daar heb ik wel mijn best voor gedaan. Nou ja, want dan zit je ongeveer in de buurt van de bedoeling van het debat of het gesprek dat we nu hebben.
Je merkt dat je veel te weinig tijd besteedt aan anderen ook uitleggen wat je aan het doen bent. Niet als rechtvaardiging, maar als verduidelijking. En iedereen mag meedenken. Maar even pantoffel in je hoofd, die kende ik nog niet. Hoe werkt dat? Dat is een wat zachte waas. Nou nee, ja, dat moet je gewoon voorstellen, letterlijk. Gewoon zo'n, die komt dan in de plek van hersenen. Oh ja. He, dus dat gebruik ik wel eens als uitdrukking. Ja. Dan denk je nou dat ik een pantoffel in mijn hoofd heb. Ik zag al een aantal beelden voor me. Dus dank je wel, maar ik kende deze nog niet. Je mag beginnen met de een of de ander. Waar ben je trots op en waar ben je kritisch op jezelf? Je mag ook nog kiezen. Nou, ik ben kritisch op eigenlijk ook op het thema wat je net aansnijdt. Ja, ik denk dat ik dat toch nog meer had kunnen doen. Die brug slaan, de verbinding zoeken. Ik heb er echt heel erg mijn best voor gedaan. Ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik me ook afvraag van... joh, waar had ik gewoon letterlijk de tijd vandaan moeten halen om het nog meer te doen? Maar ik had daar, als ik het allemaal opnieuw zou mogen doen, was ik daar denk ik sneller mee begonnen. En toch ook met een nog opener blik. Hè, dus ik heb anderen wel eens verweten, tussen aanhalingstekens, dat zij geen open blik hadden. Maar ik had dat natuurlijk in het begin ook niet. Hè. Dus dan hing het als een soort bal achter me aan. Dus dat is wel iets waar ik wel op gereflecteerd heb en wat ik anders zou doen of wat ik heb geleerd. Ja, herkenbaar. Ja. En waar ik trots op ben is, toen ik afscheid nam van deze prachtige baan, heb ik de analogie van de achtbaan gebruikt. Ja, hij ligt misschien een beetje voor de hand, maar zo heb ik het echt gevoeld. Maar dan niet één keer in de Python, maar gewoon 30 keer of oneindig. Het gevoel dat je er nooit uit kan. Ik ben eigenlijk toch wel gewoon trots dat ik ben blijven zitten. Ja, niet dat je eruit kan, maar ik heb het overleefd. En waar ik heel erg trots op ben, is dat we dat met elkaar, we zaten met elkaar in die karretjes. Dat we elkaar hebben weten vast te houden. Ja, daar ben ik trots op. En ik wil heel graag toch ook nog één apart iets noemen waar ik heel trots op ben. Dat gaat namelijk niet over mezelf, maar ik ben bang dat we het anders vergeten in dit gesprek. Ja, ga je gang. Ja, dat is toch... ik ben gewoon heel erg trots op, naast natuurlijk mijn collega's, op de GGD. Ik ben ook super blij dat zij een prijs hebben gewonnen. Als er een organisatie is die onder vuur heeft gelegen en het echt heel erg moeilijk heeft gehad, gewoon in de dagelijkse operatie, inclusief bomaanslagen en weet ik het, dan zijn het de mensen die bij de GGD werken. Dus daar wil ik echt met heel mijn hart een heel groot bedankt aan geven. En daar ben ik echt heel erg trots op. En ik hoop dat Maaike straks de mensen in het ziekenhuis bedankt. Ja. Maar dat zijn Maaike. Nou, bij de aanloop naar de prijs waren zowel de ziekenhuizen als de GGD stonden bovenaan op de publiekslijstjes. En dat is ook aanzienlijk opgelopen in het aantal mensen wat aandacht voor vroeg. Maar André Rauwvoet moest wel zeggen bij het ontvangst nemen van de prijs dat leuk is om een keertje te horen. Want je hoort het niet altijd. Hè? Dat is natuurlijk het moeilijke van dit. Misschien ook van dit gesprek. Dit is niet een zelfverheerlijkend gesprek, maar gewoon eens vertellen hoe we dingen hebben gedaan. En daar zijn we denk ik met elkaar behoorlijk kritisch op wat we aan het doen zijn. Ik schakel even naar Erik, Esther. Dus als jij even jouw politieke contacten wil leggen, dan is dit een goed moment. Gaan wij door naar het gesprek en dan zien we je straks alweer terug in het gesprek. Voor degene die aan het luisteren zijn, voordat ik naar jou ga, Erik, en daarna kom ik bij Maaike en Ron. We beginnen even het gesprek in deze zaal. Jullie zijn allemaal aangesloten en wij bewaken dat er een moment komt dat jullie aan het gesprek kunnen deelnemen. En dan kijken we ook hoe we jullie in het gesprek kunnen betrekken. Maar ik wil graag eerst nog even naar de gasten zelf. Erik, we hebben gezocht naar de titel van deze reuring. Ja. En jij hebt er een vraagteken achter gezet. Ja, omdat het is best een ongemakkelijk gesprek. Omdat je, dat weet ook iedereen, er is ongelooflijk veel kritiek de afgelopen anderhalf jaar geweest. Bij mij persoonlijk kwam het zelfs tot in de huiskamer. Dat mijn vrouw en mijn kinderen hadden ook geen boodschap meer aan mijn uitleg. Nee. En je zit heel snel in het patroon dat je dan wil gaan verdedigen. Terwijl je gewoon trots bent. En ik ga straks waarschijnlijk een paar dingen zeggen die misschien defensief overkomen, maar die gewoon ook waar zijn, laat ik het dan even zo zeggen. En dus
toen we een beetje zaten te brainstormen zoeken, over, die, ja. over die titel, vond ik wel dat er een vraagteken achter moet. En dat ik ook dat we daar het gesprek ook over moeten aangaan. Omdat een van de dingen waar ik ook best trots op ben, is dat we in die idioot, dat je niet weet waar je de tijd vandaan moet halen om met iedereen maar in contact te blijven. Dat je ook iedereen nodig hebt. Ook nog ergens tijd weet te vinden. Dit is vanaf begin vorig jaar 7 dagen in de week 24 uur geweest. En zeker als je Caribisch Nederland ook nog in portefeuille had, voor die mensen was het bijna letterlijk zo. Vanwege het tijdsverschil. Waar haal je de tijd vandaan? Terwijl je weet dat je die tijd moet hebben. Tijd, zoals Esther dat heel mooi vertelde, om aangeraakt te blijven bij al die mensen die willen helpen. Schuine streep, we hebben alles altijd met andere partijen gedaan. Want GGD, ziekenhuizen, maar ook verpleeghuizen, gemeentes en ook de samenleving zelf. Ik bedoel, en dan vergeet ik er een hele hoop. Waar je zelf betrokken bent bij geweest, bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, ook het bedrijfsleven, Logistiek Nederland. Ik bedoel, we hebben met heel veel partijen dit samen gedaan. Maar die zijn proberen ook te blijven reflecteren. Het is dus voor mij betreft ook een vraagteken. Dus ik ga het gesprek graag aan, maar vergeef mij dat ik ze nu en dan iets meer aan de kant ga hangen op de dingen waarvan ik echt in die crisis maar een beetje erboven mogen staan als SG, want ik zat niet in de operatie. Ik zat niet in die ongelooflijke hectiek die mensen die hier tegenover mij zitten wel zaten, echt 7 dagen in de week. Wat ik gezien heb, en dat is niet alleen ongelooflijk hard werken, dat is ook altijd de dingen samen doen met de mensen in het veld. Dat is alles binnen laten komen. En ook in een wereld allemaal experts of zelfbenoemde experts, maar dat is misschien alweer te veroordelend, 180 graden met elkaar van mening verschillen. Ja. Er ook in de politiek hele verschillende meningen waren. Nou, op een gegeven moment krijgen we dan een opdracht en dan moeten wij het maximale van doen. Vaak ook een half jaar later of een jaar later wordt er heel anders over gedacht. Dan moet je daar weer voor verantwoorden. Maar ik vind dat vraagteken wel logisch. En we hebben ook tot de dag van vandaag proberen we nog steeds die buitenwereld elke keer weer te betrekken. We hebben een mega lessons learned traject gehad in de zomer vorig jaar. Ik kan het zeggen, want je hebt actief gestimuleerd dat tijdens de hectiek we al moesten nadenken. Lukt dat? Niet zoveel als ik zou willen. Want je weet namelijk, als je onder tijdsdruk moet werken, dan word je dommer. Hè? Niet omdat je, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen. Dan gaat je IQ omlaag als mens. Is dat echt zo? Ja, als mens, maar ook als groep en als organisatie. Als je gewoon te weinig tijd hebt om even na te denken, dan ga je gewoon. Dus je moet proberen tijd te maken voor die reflectie en je te laten helpen. Wat Esther ook zei, dat hebben we ook gedaan. Ook hier zeg ik, als ik terugkijk, dat zou je altijd meer moeten doen dan je gedaan hebt. Ja. Maar of het ook echt had gekund, dat weet ik niet. Maar we hebben wel degelijk al die mensen die kritiek hadden aan ons verbonden. Ron kan daar een prachtig verhaal voor vertellen. Maaike ook straks in heel concreet als voorbeeld. Maar in die lessons learned trajecten. En sommigen sprongen dan aan boord en gingen met ons werken. En anderen bleven. En ook even goede vrienden onafhankelijk ons bestoken. En we zijn dat blijven doen. Dus we hebben nog steeds nu en dan per minister een thema met een aantal externe deskundigen. Jongens, zitten we nog, meisjes, zitten we nog op de goede weg? Of zijn er blinde vlekken waar we wat aan doen? Maar dat uiteindelijk het besef dat het hier om een ongekende crisis gaat. Waarvan empirisch nog niet helemaal duidelijk is wat er wel en niet werkt. En dan heb ik het niet alleen maar over vaccins en het virus. Maar ook normatief, maatschappelijk, hele verder debatten over wat wel en wat niet. En dan ook nog eens een keer in een situatie dat niemand de baas is. Dat je dan uiteindelijk alles afwegende, dan wordt natuurlijk politiek een keuze gemaakt, ambtelijk goed voorbereid met alle perspectieven. En dan moeten wij wat gaan doen. En dat we op dat moment het maximaal hebben gepresteerd. Ilko Jonker, een journalist van het Financieel Dagblad, die zei al die dingen, bon- en contactonderzoek, testen, vaccins, appontwikkeling, beademingsapparatuur, beschermingsmiddelen zijn in een voor Haagse begrippen adembenemend tempo tot stand gekomen. Dat is objectief zo. Het feit dat het toch anders wordt gepercipieerd, snap ik. Ja. Want het virus was slimmer en sneller. Ja. Ja. En dus heeft het 1,5 jaar geduurd. En dat is voor iedereen te lang. Ja. Nou, en daar moeten we dan een beetje. Wat doet het met jou als je ziet dat het allemaal begrijpelijk veel sneller had gemoeten, terwijl jij op dat moment een enorm tempo met je mensen aan het ontwikkelen bent?
Ik heb mezelf ook opnieuw moeten uitvinden. Ja. Ik vond het zelf in het begin heel ingewikkeld waar mijn toegevoegde waarde lag. Want ja. Ik ben zelf natuurlijk van het erop en erover en aan de bak. En ik had het gevoel, dan ga ik iedereen in de weg lopen. En dan ga ik nog, er is al zoveel drukte. Dat moet ik in dit geval niet doen. Dus ik was er gewoon. Er zijn, dat is voor mij persoonlijk best ingewikkeld. Maar, je bedoelt zijn en niet doen? Ja, er zijn. Er konden mensen leeglopen. Kijken waar het goed ging, waar het niet ging, goed ging. Waar ik eventueel wat jou kon bellen. Van, kom je helpen? En waar anderen niet aan toe kwamen. Maar ja, ik was vooral bezig om hoe houden we dit vol? En hoe houden we mensen gezond? En hoe hou je dat vol? Of hoe zorg je dat mensen het volhouden? Ja, dat moet je misschien ook aan andere vragen. Ja. Wat doe je, mensen op dubbele posities zetten. Mensen op een gegeven moment ook zeggen van, volgens mij moet je nu gewoon af. Want het is genoeg geweest. Extra mensen erbij. Zorgen dat die buitenwereld erbij komt. Ook al hebben mensen geen tijd. Ik herinner me nog, Logistiek Nederland klopte aan de deur. Hè. Hoogleraar Franso heet hij geloof ik, als ik het goed herinner. Franso. Die was al bij de GGD bezig, wilde ook bij ons binnen. Wij hadden gewoon geen tijd. Ik nodig hem dat toch uit. Eén keer de mensen die betrokken zijn bij het vaccinatiebeleid erbij. Het ging weer stromen. Dus op die manier probeer je met kleine interventies het totaal een beetje makkelijker te maken. Ook die lessons learned dingen er open blijven staan. Als de collega's in de operatie heel druk zaten, dan ging ik maar met die mensen praten. En dan zeefde ik een beetje uit. Waar moeten we wel naar luisteren? Wat kunnen we wel even laten zitten? Maar in essentie vooral, en daar ben ik dus ook heel trots op, dat we nog staan. Maar het is wel, er wordt wel heel veel van de mensen gevraagd. En ik weet dat. Maar goh, we werken toch zo hard. Is niet een heel erg sterk argument. Maar er is niet alleen hard gewerkt, er is ook wel degelijk gewoon geleverd. Alleen soms te laat en soms op een moment dat de samenleving ineens denkt, waarom hebben we het eigenlijk nog nodig? Hè? Bijvoorbeeld als het gaat over testen. Ja. Erik, we zitten een vorm van gesprek te voeren, waar we nog middenin zitten. Waar onze mensen voor een deel ook, daarom ook zelfs niet aan het gesprek kunnen deelnemen. Wat hoop je dat we in het gesprek aan de orde hebben? Nou, misschien iets onderling begrip. Kijk, ik ben eigenlijk een ongelooflijke fan weer opnieuw geworden van Adriaan van Dis. Ik was vroeger al een fan van zijn programma's over hoe hij over boeken sprak. En ik zag hem laatst weer een keer aan zo'n tafel zitten. Waar dan iedereen loopt te kakelen, mag ik dat dan toch nog zeggen. En Adriaan, wat vind jij? Ik geloof dat het op één was. En hij was even stil, heel veel langer stil dan in zo'n talkshow gewenst is. En toen op een gegeven moment zei hij van, ik geloof dat ik even helemaal niks vind. Ik ben er eigenlijk een beetje moe van, dat iedereen hier maar wat van vindt. En iedereen probeert hier toch het beste te doen. En zullen we gewoon eens een keer dat. En later las ik een uitspraak van hem in de krant. Minder oordelen en meer nieuwsgierig zijn naar elkaar. Ja. En dat zou ik mooi vinden als we dat vandaag kunnen doen. Zullen we samen kijken hoe we dat kunnen bevorderen? Dan ga ik eerst even naar Maaike en Ron. Graag, die hebben prachtige verhalen te vertellen. Ja. Ik ben zo trots op ze. De lat wordt al hoog gelegd. Ron, help ook ons even bij de introductie. Waar heb je ongelooflijk druk mee gemaakt of over gemaakt? Nou ja, tot maart vorig jaar hield ik mij bezig met informatiebeleid in de zorg. En dat zijn lange lijnen. Ja. Dat zijn wetten. Regels, dan heb je het over zorgvuldigheid en tijd. Dat kan jaren duren voordat een wet die je bedenkt ook echt werkelijk in werking treedt, bijvoorbeeld. En ineens was het een kwestie van, kun je zorgen dat we binnen enkele maanden bijvoorbeeld coronamelder op onze telefoon hebben? Ja. Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben dat ding op hun telefoon. En duizenden mensen zijn gevonden die achteraf besmet bleken, die dat niet wisten. Dus ja, we zijn gaan rennen in maart vorig jaar. Ja. En tegelijkertijd, want ik denk dat de mensen thuis, dat die zien iets anders dan wij zien. Wat zien die? Ja, ja die zien denk ik nu mij praten en wij zien hier ook de mensen thuis. Ja. En wat ik heel erg gaaf vind, en mijn bovenste rijtje net was Hans, dag Hans. ik zag Ellie langskomen, ik zag Corine, maar ik zie ook Renate bijvoorbeeld. Ja. En wat ik daar tof aan vind, eigenlijk alles wat wij doen, proberen wij te doen met de mensen om ons heen. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen om ons heen die ons helpen de dingen zo te doen dat het ook voor hen kan werken. Renate, welkom. Fijn dat je erbij bent. Renate is daar een voorbeeld van. Ja. Dus wat wij proberen te doen is, terwijl we als een gek aan het rennen zijn, toch
de goede dingen doen. En ik had ook wel moeite, want jullie hadden dat net over dat vraagteken. Ja. Ik vind ook wel dat ons ook gewoon nederigheid past in die zin. Als je van de GGD bent en je deed het met een paar honderd man en je bent nu verhonderdvoudigd, welke organisatie doet je dat na in een jaar? Meer dan de tienduizenden mensen die dat werk nu doen, wie doet je dat na? Als je huisarts bent in Brabant en je had af en toe een sterfgeval en je hebt er velen per week, en ik weet het van dichtbij, dat betekent wat. Ja. Dus ik ga terug. Wij, net als alle anderen in de samenleving, hebben geprobeerd ons steentje bij te dragen. En ik denk dat dat de crux is van wat wij mee aan het doen. Nee, snap ik wel. Volgens mij zitten we met datzelfde gevoel als al in het gesprek. Maar poging is toch van mij om wat meer van je te horen over hoe je dat doet. Want kijk, wat je in je introductie zei. Je was niet een organisatieleider die gebouwd was om een coronamelder te maken of een nieuwe app te introduceren. En dat ben je toch gaan doen met al die partijen. Kamerbrede motie om het snel te doen. Ja, maar ook, dat doe je toch ook vanuit een overheidsrol. Ja, absoluut. En terwijl je normaal gesproken dat niet als overheid doet. Nee, klopt. En waar ik echt heel trots op ben, is dat het ons gelukt is om daar een heleboel werelden te combineren. Ja, ja. Bijvoorbeeld, op dit moment behandelt de Eerste Kamer de tijdelijke wet coronatoegangsbewijs. Ja. Dat is een wet die het mogelijk maakt dat je in Nederland ergens naartoe kunt als je bewijst negatief getest te zijn. En die 1 juli het mogelijk maakt om te reizen binnen Europa en je Europese COVID-certificate te laten zien. Dat is een wet. Dus we proberen het zo te doen dat de wet er is. Er is een wettelijke basis. Dat is typisch overheidswerk. Ja. Tegelijkertijd, parallel aan het maken van die wet, doen we dat zo dat de privacy maximaal gewaarborgd is. Dus er zijn heel veel mensen uit Nederland en bij ons die ervoor zorgen dat op je coronatoegangsbewijs in Nederland alleen maar je voorletters staan. Ja. En dan tegelijkertijd zijn we aan het maken. En hoe doen we dat? Dat doen we met de beste mensen uit het land. En dat is heel leuk werken. Ja. Het is ons gelukt om mensen die dat normaal nooit zouden doen, mensen waar je super trots op kunt zijn, mensen die eigenlijk hun sporen al verdiend hadden en die heel veel mensen kennen die nerd zijn, maar de rest van Nederland niet, die zijn gaan rennen om Nederland te helpen en bij te dragen. Ja, dat is wat het zo mooi maakt. Machtige beweging, hè? Maar dus misschien een stomme vraag. Waarom heb je niet gewoon aan 3 bedrijven gevraagd van kom met een oplossing liefst morgen en ga het uitvoeren? Dus er was dat een sterke betrokkenheid vanuit jouw rol om dingen van elkaar te krijgen. Omdat we 1 ding niet kunnen. We kunnen niet eerst rustig een wet maken, dan een programma van eisen schrijven en dan 3 bedrijven vragen om te maken. Als de wet vandaag wordt geamendeerd in de Eerste Kamer, dat kan niet, maar stel je van dat kan niet. In de Tweede Kamer is de wet geamendeerd. Ja. Moesten we de eisen aanpassen. En als gevolg daarvan moest je het product aanpassen. De snelheid is nu zo hoog, je hebt niet de tijd om eerst de wet te doen, daarna te beginnen met het programma van eisen en daarna de opdracht. Eigenlijk is het allemaal in elkaar verweven. En help me dan eens even, want dat was in je vorige schets al mooi. Je hebt wel kennis van ICT in de zorg, maar je bent niet een deskundige die weet hoe je dit soort dingen precies moet uitvoeren, veronderstel ik. Ik heb ooit informatica gestudeerd, maar ik pretendeer niet nog zo te kunnen programmeren als de mensen die het doen. Ja, nee, dat snap ik. Dus je hebt er voldoende affiniteit mee en inzicht in. Maar binnen no time is wat Erik ook zei, dan mag je niet meer op je handen gaan zitten, want je moet gewoon acteren. Ja. En wat ons gelukt is, is de allerbeste mensen uit Nederland te krijgen. Die boden zichzelf aan? Of? Ja, dat zijn mensen die gingen meedoen in de community. We hebben alles open source gedaan. Ja. In coronamelden zit ongeveer 1200 uur code van mensen die het onbezoldigd gedaan hebben op hun zolderkamer omdat ze mee wilden doen. En het is ons gelukt om in die beweging mensen te enthousiasmeren, betrokken te krijgen, die je normaal niet krijgt, maar die dachten, wij zijn bereid om dit samen met jullie op te pakken. Dat deed je ook nog in die eerste fase, heel open, zichtbaar voor iedereen met wie je wat wilde ontwikkelen. Nou ja, op dit moment is het zo, toen wij starten had VWS geen enkele open source code op GitHub staan, het platform om te publiceren. We zitten nu op 42 stukken code op GitHub van producten. En dat worden de komende tijd nog veel meer. Alles wat wij nu doen, is in volledige openheid. Dan vrees ik even dat deze persoon even hulp nodig heeft met 42 wat. Dus bijvoorbeeld, wat is dat? Nou ja, als je wilt weten hoe die corona-check-app in elkaar zit, waar je dat toegangsbewijs en straks je Europese bewijs in kunt tonen, kun je dat helemaal volgen online, want de code staat online. Je kunt precies zien wat we doen. Je kunt alles zien, zowel in de achterkant als de interface. Je kunt alles volgen.
Ja, nee, dat vond ik het integreren van de leuke anekdote was. Hè, ja. Dat is in de Haagse dynamiek wil je graag, dat was bij coronamelden, wil je de naam graag bekendmaken op het moment dat je ergens op werkbezoek bent en et cetera. Alleen in die openheid stond dat ding al lang op GitHub en was dus op een gegeven moment de naam van coronamelden was al lang bekend voordat wij daar aan... En daar ging het politieke moment. Nou, of publiciteitsmoment, zeggen, we moesten daar een beetje aan wennen. Dat nou, hoort bij die transparantie. Wat is dat nou voor mandarijnentaal? We moesten eraan wennen. Nou, dat is, je bent zelf ook een patroon gewend van nou, je wil iets lanceren, daar hoort natuurlijk ook een politiek momentje bij. En ja, die ongelofelijke transparantie, die leidt tot een hele andere, tot een totale andere werkelijkheid. Het is gewoon, het gebeurt allemaal. Er wordt nu ook, dat is natuurlijk vooral spannend, hoe hou je dit nou vol? Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, dit is de manier waarop ook andere ICT-projecten voortaan moeten. Maar er zijn nogal wat onorthodoxe dingen gedaan. Ja. Dus dat is even de integrerende onderwerp van mij. Gaan we nu in de nabije toekomst dingen op dezelfde snelheid of met dezelfde snelheid doen als dat we nu hebben gedaan? Want ons proces is meestal niet zo voortvarend als wat je nu hebt gedaan. Of gaan we weer terug naar af? Nou, wat ik hoop is dat we er wat aan overhouden. Wat ik leuk vind is dat het BID, de gevreesde waakhond, die tegenwoordig ook een adviescollege is, dat proces aan het evalueren is om te kijken wat de overheid ervan kan leren. Dat is één. Die opdracht of dat verzoek hebben ze? Ja. Oh, mooi. Ja, dat is door beide kamers, daar staat een generaal, dus de Eerste en de Tweede Kamer gedaan, mooi. Dat verzoek en ook opgepakt. Dat vind ik gaaf. Ja. Twee, ik denk dat een aantal dingen wezenlijk kan veranderen door wat we nu aan het doen zijn. Het eerste is dat wij vinden veiligheid en privacy altijd belemmerend. We hebben nu geleerd dat je, als je dat vanaf het begin af aan meeneemt, dat je komt tot hele gave producten waar je vertrouwen bij burgers door krijgt, omdat het zowel de privacy... Maar dat is toch altijd al de bedoeling van privacy en veiligheid? Ja, maar in de regel doen we dat anders. Hè? We ontwikkelen en aan het eind doen we een zogenaamde PIA. Dan bewijzen we nog even dat het aan alle eisen voldoet. PIA staat voor... Privacy Impact Assessment. Dankjewel. Terwijl wat we nu aan de voorkant doen is zeggen, goh, als we dat nou helemaal zouden doordenken, hoe zouden we dat dan doen? Dat is één ding. Ik ben eigenlijk wel... Het zullen mensen niet fijn vinden. Ik ben wel echt trots op wat we daar bereiken. Tweede is de openheid. Die is, dat zegt Erik terecht, die is best ingewikkeld. Ja. Omdat je soms moet gaan uitleggen wat je aan het doen bent, omdat mensen iets vinden. Ik kan er een voorbeeld van geven. We hadden, toen we coronamelden maakten, hadden we tot aan de officiële introductie in de proeven met de GGD, kon de GGD zien of het de burger was gelukt om te melden dat hij besmet was. Ja. Dat was bewust heel open, stond overal. Tegelijkertijd zei iemand die ontdekte dat en zei, ja, het zit een achterdeur in, de GGD kan het zien. En dan moesten wij gaan uitleggen dat eruit ging op het moment dat het er was, maar dat was om in de praktijkproef te toetsen dat het deed. Mm-hmm. Het is eigenlijk echt heel mooi dat gebeurt en dat zoveel mensen erop meekijken. Maar het levert ook wel op dat je veel moet uitleggen. Ja. Nee, dus onderweg moet je voedend uitleggen. Daar heb je overigens weer geen tijd voor en je moet snel met een resultaat komen. Maar goed, in die end ben je heel blij dat het op een open manier gebeurt. Maar kijk, dit gaat om vertrouwen. Ja. Durven mensen de overheid te vertrouwen? En uit alle onderzoek dat we doen, want bij alles dat wij doen, coronamelden en al die andere dingen, doen heel veel onderzoek. Dat is ook online te volgen, coronamelden.nl, alle onderzoeken. Blijkt dat als mensen de overheid vertrouwen, vertrouwen ze coronamelden. Of vertrouwen ze coronacheck. Dus alles hier draait om vertrouwen. En ik ben er echt van overtuigd, zeker in zo'n pandemie en in deze snelheid, is dat transparantie zorgt voor meer vertrouwen. Ja, nee, het geeft het in ieder geval de omgeving alle gelegenheid om kritiek te uiten of vragen te stellen of naar de goede bedoelingen te vragen. Precies. Ja, mooi. Ik ga even naar Maaike, maar ondertussen kijken we straks hoe we samen het gesprek verder voeren. Maaike, welkom. Hoe heb jij je met de pandemie bezig gehouden? Wat mocht jij in dit geval doen? Nou, normaal gesproken werk ik bij Directie Curatieve Zorg en schrijf ik beleidsbrieven over zeldzame aandoeningen en mondzorg. Ja. En toen bleek dat er een groot probleem was, want de IC's konden niet opschalen, want er was niet genoeg beademingsapparatuur. We gaan even zoomen. Ja, sorry, dankjewel. Ja, bij de Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie waren ze zo druk met alles wat daar speelde, dat wij zeiden, zullen wij de beademingsapparatuur overnemen? Dus vanaf 18 maart ging ik mij bezighouden met de inkoop van beademingsapparatuur. Ja. Even een klein zijspoor naar Erik, dan kom ik bij je terug. Je hebt dus heel vaak met collega's beslissing moeten nemen dat je mensen van hun andere taken hebt afgehaald,
om in no time deskundige te worden op een pandemieonderwerp? Ja, nou, deze beslissing die is gewoon daar genomen. Hè, bij de directoraat-generaal curatieve zorg. En op een gegeven moment zat er een team van 4 toppers die dingen aan het bestellen waren. Ik maak wel eens de grap, maar volgens mij maak ik het dan te mooi. Jij bent ingenieur, toch? Van nou, hebben we nog ergens... Oh, jij bent ingenieur? Nou, dan kun jij misschien de beademingsapparatuur wel gaan aanschaffen. Het is bijna onder grote druk heel snel beslissingen nemen om mensen op plekken te zetten. Ja, je hebt gewoon geen tijd. En ga maar. En lukte dat? Nou ja, kijk, de eerste dag schrik je kapot, want er was schaarste aan wc-rollen in de supermarkt. Ja. Maar op wereldniveau was er schaarste aan beademingsapparatuur. Ja. En nou ja, in de supermarkt, als het wc-papier op is, koop je eerst witte servetjes en later gekleurde servetjes. Bij de beademingsapparatuur moesten we ook echt gaan nadenken welke noodoplossingen pakken we. En dan moet je ook nog eens bedenken dat gekleurde servetjes eigenlijk minder bruikbaar zijn voor dat doel waar we wc-papier voor gebruiken. Dus je moet... Mooi parallel. Ja, dus ik moet even dat beeld van die servetjes weer kwijtraken, maar ik snap wat je zegt. Dat was echt schrikken, ja. Want je moest wel een structurele oplossing als een noodmaatregel bedenken. Ja, we moesten echt nadenken over hoe krijgen we het weer op peil en hoe gaan we het op de korte termijn doen. Dus ik heb 's avonds met een vriend gebeld die bedrijven helpt om inkopen te optimaliseren. Ja, dus je gaat bijna naar je persoonlijke netwerk om te kijken hoe krijg je iets voor elkaar. Hè? Ja, en die zei regel de aankoopkant en regel de aanbiederskant. En aan de aankoopkant hebben we dus heel snel een team geregeld met intensivisten, klinisch fysici, medisch technologen, om te helpen om alle aanbiedingen te beoordelen en ook om een strategie te verzinnen, hè, van waar kan je allemaal apparatuur vandaan halen. En ook de aanbodkant is helemaal in kaart, zo goed mogelijk in kaart gebracht, van waar kunnen we allemaal terecht. Dus je plukt in no time allerlei deskundigen van waar dan ook bij, en haalt ze bij elkaar? Ja, en als dan op tv wordt verteld van, we hebben heel hard beademingsapparatuur nodig. Iedereen die je belt, iedereen helpt. Echt iedereen. De meest gekke... Is dat alleen van de beginfase dat je herinnert? Of is dat altijd gebleven? Nou ja, op een gegeven moment... Ik heb eigenlijk een redelijk vastomlijnde klus gehad met de beademingsapparatuur. Dus op een gegeven moment staat het op de rails. Iedereen bleef gewoon heel actief helpen. Okay, zeker dat medische team. En wat ik nog van Esther de opdracht kreeg om goed te bedanken. Je moet je voorstellen, wij hebben dan de eerste 3 weken... iedere dag tussen 6 en 7... hadden wij met hun een call waarin wij alles vertelden van wat we aan opties hadden. En dan gingen zij hun informatie geven. En zij kwamen dan ook net van de IC afgerend of hadden weer in de kelder dingen in elkaar staan klussen. Ja. Dus bovenop hun gewone werk hebben ze heel veel extra tijd erin gestopt om ons te helpen. En is dat gelukt om in no time voldoende beademingsapparaten op de goede plek te krijgen? Jazeker. Zeker met alle noodoplossingen erbij. Hebben daar op het grootste drukte is er overal genoeg beademingsapparatuur geweest. Dit is een beetje vergelijkbaar vraag die ik aan Erik net stelde. Een departement wordt ineens handelaar in beademingsapparaten? Ja, dat moet je eigenlijk niet willen. Hè? De beademingsapparatuur... Oké, dan is dat de tweede vraag. Ja, als jij een ingewikkeld zorgproces hebt met een ingewikkeld apparaat, kan je dat het beste als ziekenhuis zelf inkopen. Ja. Want dan past het beste in je proces. Dan kan je je zorg optimaliseren. Eigenlijk moet je dat als overheid niet willen. Nee. Alleen, de ziekenhuizen die konden helemaal nergens meer terecht. En als overheid kan je dan toch nog extra instrumenten inzetten. En je kan grotere risico's nemen. Maar de minister heeft bedrijven gebeld. Ik heb heel veel hulp gehad. Ook van de Nederlandse ambassade in China. Die voor hele goede contacten hebben gezorgd. Ja, en er was een hele grote mailbox met allemaal mensen die zeiden, wij kunnen apparaten regelen. Maar dat viel, ik vond zelf die aanbiedingen wel in de praktijk heel erg... Daar wou ik even op doorvragen. Want zoals je weet heb ik voor een deel met je mogen samenwerken op afstand. In het kopen van de beschermmiddelen. Die ingewikkeldheid dat iedereen denkt dat hij de oplossing heeft. En niet snapt waarom je niet de volgende dag het besluit neemt om dat over te nemen. Ja, en dan komen ze met een aanbod van een heel duur apparaat. Even met een veel te hoge prijs. En er staan er nu 100 klaar in China. En in een pakhuis. En als jij nu nee zegt, dan is het jouw schuld als er morgen mensen zonder adem in het ziekenhuis in Nederland liggen. Dus echt met hele grote druk. En daar moet je toch... daar hebben we heel veel tijd ook aan gehad, aan dat soort gesprekken. En dan op een gegeven moment moet je alles erbij zetten om het gewoon af te pellen. Van oké, het staat daar in China.
Ik heb een medewerker van de ambassade, die komt kijken. Ja. Waar staat het? Dus je moet het heel concreet maken. Ja, wel acteren op het aanbod wat gedaan wordt. Maar goed, het is denk ik onze gedeelde ervaring dat de ongelooflijke drive die iedereen had om samen te werken om oplossingen te vinden, die ging ook samen met dat er heel veel oplossingen waren in het ja. Ja, en overschatting, wat je net zei. Die mensen dat weet je niet eens. Want ik ben ook wel eens geconfronteerd met aanbiedingen waarvan ik ook niet kon zeggen dat het niet goed was. Dan moest je dus vergewissen. Nee, dit klopt. En ik zeg overschatting, maar dat is meer omdat... Want sommige mensen die waren natuurlijk al heel lang actief en die dachten, ik kan het regelen. En ook die bedrijven hebben op een gegeven moment moeten zeggen, nee, het lukt ons ook niet meer om die baan. Maar dan was het aanbod. Herken je dat? Volgens mij moet jij oversteld zijn in oplossingen. Neem dat die van mij maar. Nee, ik herken dat heel erg. En daar zit nog een ander risico aan. Je kunt kiezen om een deel van die aanbiedingen serieus te nemen. Maar hoe selecteer je dat dan? Ja. Dat is dan één. Ja, hoe doe je dat zorgvuldig? En twee, als je dat zorgvuldig doet, dan zal een deel daarvan nergens toe leiden. Met als gevolg dat de hoofdroute minder tijd en energie krijgt. En dat is een heel ingewikkeld dilemma. Ja. Want ik denk dat elk van ons mailboxen had die overstroomde met mensen die echt vaak of wel of niet de goede trouw, maar in ieder geval voorstellen deden. En het bespreken van die voorstellen met partijen, allemaal evenveel tijd geven, zorgt ervoor dat je de hoofdroute uit het oog kunt verliezen. En in die zin was het prettig dat we, waar de overheid natuurlijk niet beademingsapparatuur gaat maken, dus wel moet kopen. Ik in een domein zit waar we op enig moment zeiden, we gaan het nu wel zelf doen. En waarom? Omdat je daarmee kunt zeggen, we hebben gezegd tegen elkaar, het wordt open source, dus u kunt er niet aan verdienen. Dus als u vindt dat niemand het mag kennen, sorry, dan kunnen we niet met u in zee gaan. Twee, we hebben niet de tijd om aan te besteden en om de eisen op te stellen, dus we gaan het nu zelf doen. Er is veel kritiek op geweest, maar het zorgt wel ervoor dat je een hoofdroute kunt kiezen waar je niet veel tijd verliest op het doen van aanbesteding of het selecteren van een aantal kernwaarden die je in het proces zult doen. We hebben hier natuurlijk wel die veelgeroemde Appeton gehad. Ja. Waar we nog voordat het team met toppers van overheid en het bedrijfsleven aan de slag ging met Ron. Al die aanbiedingen die we kregen toen, want toen werden we ook dat ding uit Singapore of dat ding uit Duitsland. Ja. En we kunnen hem binnen 2 weken kunnen we hem hebben. Met die Kamermotie, ik geloof 149 stemmen voor, doe het snel. Dat we dachten, dan gaan we eerst maar beginnen bij die aanbiedingen. Maar we hebben weinig tijd, dus binnen 2 weken die Appeton. En toen bleek dat eigenlijk dus wel tegenviel, om het even zo te zeggen. En dat werd dan door sommigen als een mislukking gezien. En wij hadden zoiets van, we zitten nu binnen 2 weken, weten we ongeveer wat er is. En was dus vrij snel daarna ook een logische vervolgstap, zoals het Ron het vertelt. Ja. En CoronaMail, klinkt allemaal heel defensief, die was er eerder dan de wet. Ja. Dat is ook wel een leuk feit. Ja, dat is denk ik wel een crisiservaring die we op meer punten hebben. Dat ze later nog dingen moeten rechtvaardigen of zorgen dat ze een basis hebben. Maar overkwam jou ook, Maaike, dat wat ook in jullie betoog zit. Dus in andere landen doen ze dat veel sneller en veel beter? Of heb je daar geen last van? Ik kan me even niet zo herinneren. Ik kan me wel herinneren dat mensen 's ochtends onze aanbiedingen hadden gestuurd. En dat het 's avonds in de krant stond dat we zo langzaam reageerden. Ja. Dat is ook een hele dag. Ja, de hele dag. En het was ook nog een slecht aanbod. Nee, dat was dat ik zelf wel dacht van, wat jammer dat de pers zo versterkt wat mensen met andere belangen ze influisteren. Dus dat vond ik soms wel lastig, dat je dan niet kon verdedigen. Want we werden echt wel onder druk gezet. Als iemand aan de telefoon zegt, het is jouw schuld als die mensen straks doodgaan. Wat doet dat met je? Op een gegeven moment, als mensen het zo overdrijven, dan is het eigenlijk weer heel makkelijk. Ja, maar het gebeurt vaak veel subtieler. Van, ik ben de arts en ik weet hoe het werkt in de praktijk. En jij bent een ambtenaar en je weet helemaal niet hoe het zit. En als ik jou vertel dat dit een goede aanbieding is, dan heb je dat maar te geloven. En dat is lastig, want deels hebben ze gelijk. Zij weten veel beter hoe dat op de werkvloer gaat. Maar ik wist ook, er denken zulke goede, slimme mensen mee, hè, vanuit de ziekenhuizen. De mensen die betrokken waren, die waren onderdeel van het proces. Hè? Je zei 18 maart begonnen. Wanneer ging het onderwerp beademingsapparatuur uit de publiciteit? Dus toen het
Nou, ik denk al in mei of zo. Of, vrij snel, toch? Vrij snel. Ja, die is maar heel kort in de aandacht. Waarom is dat? Omdat het lukt om heel snel oplossingen met elkaar te organiseren? Ik denk dat het geluk is het zijn van die... Het zijn duidelijke apparaten. Ja. En als ze er dan eenmaal staan... En we hadden geluk dat op de topdruk te hebben... Echt in ziekenhuizen zijn er wel mooie oplossingen geweest. Maar toen boog de curve. En daarna... waren de beademingsapparaten nooit meer de beperkende factor. Dan want was het er was voldoende aanbod van goede apparaten. Ja. We hebben er nog een paar over, toch? Ja, we hebben er te veel. Maar daar hebben we ook andere landen mee kunnen helpen. En dat wisten we ook van tevoren. Want we wisten, we kopen nu gekleurde servetjes. Die we straks in de kast gaan leggen om nooit meer te gebruiken. Maar als wij in april, eind april, nee hadden moeten zeggen tegen mensen? Ja, nee, dat was... Dat mocht het nooit zijn, er mocht geen tekort zijn. Dat dus we hadden gewoon te veel en we zitten nu ruim aan ons jasje. Ja. Dan heb je toch ook niet te veel, dan heb je in ieder geval genoeg. We hebben er zeker genoeg. Ja. Oké, okay. En zitten we al in de fase dat we andere, of weet je dat niet? Ja. Dat we andere landen, ja? We hebben er net 449 geloof ik naar India gestuurd. Ja. Oké. Okay. Ja, volgens mij Suriname ook. Suriname heeft ook van ons gehad, maar ook... ook in Europa nog een land. Ik weet wel even welk merk we erheen hebben gestuurd, maar niet meer welk land. Nee, dat is goed. Oké. Okay. We zijn hier neutraal op. Maar het was dus inderdaad bij de Safe and Sorry. Dus het ergste wat je kan gebeuren is dat we er te veel hebben. Maar die krijgen we op een of andere manier wel weer een andere nuttige bestemming. En dat blijkt dus nu ook zo te zijn. Maar het is echt zo geweest dat 's avonds laat, en dan reed er een busje van Defensie een ziekenhuisterrein op, naar de hele logistieke afdeling is dicht. Dus waar lever je dan dat apparaat af? Nee, daar zijn ook pakbonden zoek geraakt. Ik geef het ruiterlijk toe. Dat kan gewoon gebeuren. En die apparaten zijn op die IC's terechtgekomen, maar we weten wel waar alles staat. Heb jij dezelfde voorwaarden meegekregen als ik van Erik? Achteraf, sorry, zeggen. Of heeft hij dat zelfs niet eens gezegd? Nou, dat heeft hij zeker ook wel gezegd. Maar ik heb voor mezelf altijd ook als stelregel... je moet alles kunnen uitleggen wat je doet. Dus ook in de keuzes die je gemaakt hebt, waar ga je mee in zee? Je kan geen aanbestedingsregels volgen... maar je kan wel zorgen voor een eerlijk speelveld. En dan kan je gewoon zeggen... snelheid is een hele belangrijke factor. En dan iedereen die snel kan leveren, de wegen... Ja, daar zeggen we ja tegen. Dus je kan op een andere manier kan je nog steeds uitleggen wat je doet. Misschien moet je toch nog even die anekdote, want ook weer op dat spel van je doet het goed, maar uit de wereld. Ja, prima. Dat verhaal dat op een gegeven moment, en dan maak jij hem weer af, hoop ik, hebben we de eerste leveringen. En dan komt er zo'n bekende foto op Twitter ik geloof dat dit keer Martin van Rijn was, weet niet eens zeker meer, die daar staat bij de eerste beademingsapparaten die uit de KLM vliegtuig komen. En wat gebeurde er toen? Ja, dat waren dan apparaten die eigenlijk normaal niet voor langdurige beademing op de IC gebruikt worden. Maar met een extra hulpmiddel en met extra instructies vanuit het bedrijf prima in te zetten op de IC. En dan krijg je allemaal individuele artsen die zeggen, hey, wat is dat voor rare apparatuur die daar is aangeschaft? Terwijl de Nederlandse Vereniging van IC-artsen had erover meegedacht en de klinische fysici hadden erover meegedacht van, dit is een hele goede terugvaloptie. En daar hebben ook gewoon echt mensen aangelegen. Dus die hebben levens gered. En ziekenhuizen belden ook op van, nou, als jullie dat over hebben, kom maar hier. We willen die apparaten graag hebben. Dus, dan staat er wel in de krant wat een rare apparatuur. Maar dan luistert zo'n krant ook weer naar individuele IC-artsen en niet per se die intensivisten die we met ons hebben meegedacht en die ook de dappere besluiten hebben genomen van wat is nou terugvalapparatuur? Want dat je de topkwaliteit wil hebben en een A-merk met een CE-keuring. Maar vind je dan tussen het begrip dat mensen normaal met andere apparaten werken, dus verbaasd zijn dat er iets anders wordt aangedacht en tegelijkertijd dat andere deel van het is beter dat er wel een apparaat staat dan dat er geen apparaat zit? Ja, en tuurlijk, ze hadden namelijk hartstikke gelijk. Het was een terugvaloptie. Ja. Ja. Hoe kan VWS nou apparaten aanschaffen in de Nederlandse ziekenhuizen die niet gebruikt worden? Ja. Nou, omdat Maaike dat helemaal niet zelf had bedacht. Maar die had dat met die klankbordgroep van de mensen die je daarmee moeten werken afgesproken. Van oké, hier werken jullie normaal gesproken niet mee. Maar als nou echt de nood aan de man is, dan gaan we het gebruiken. Ja. Nou, dan schaffen we ze toch maar aan. En die kwamen toevallig als eerste. En later kwamen ook die apparaten waar ze wel gewend mee waren om te werken. Ze kwamen niet toevallig als eerste. Omdat ze zo snel konden komen, hebben we ze gekocht. Ja. Kwamen ze allemaal uit China?
Sorry, nee, deze kwamen niet uit China. Oh, okay. Nee, deze waren nog van een... Wat zat je in een wereldmarkt waar maar beperkt hoeveel het plekken zijn of waren waar je die dingen maakt? Ja, je hebt echt wel een handvol... in Europa, wij werken in de Nederlandse ziekenhuizen eigenlijk wel met een handvol merken. Ja. Die heb je heel snel gehad. En dan heb je op de wereldmarkt heb je in Amerika en in China. En daar heb je echt nog wel ook producenten zitten met onbekende merken. Herinner ik me niet dat Philips in Amerika ook van die apparaten maakte? Ja, Philips die heeft dus die maakt ook apparatuur. Maar dus dat was eigenlijk ook die zending waar we het over hadden. Ja. Maar, ik zal geen namen noemen. Ze waren dus wel het eerste. Ja. Daar waren we ongelooflijk blij mee. Ja, gelukkig ook heel die ziekenhuizen die naar aanleiding van die publiciteit in de krant Maaike gingen bellen. Doe toch maar. En dan misschien straks een vraag voor de mensen daar, de mensen thuis. Het was hele vervelende publiciteit. Dus dan liep ik even 's ochtends naar ze toe. En dan zaten ze er voor een deel een beetje doorheen. Want het is tot 's avonds laat werken. En nou, dat is allemaal verteld. Tegelijkertijd, hè, nou ja, jullie hielden elkaar ook goed vast. En dan was mijn neiging natuurlijk, ja, dit gaan we dan eens even lekker terug vertellen. Hè, ja. Dat alle ziekenhuizen in Nederland graag wilden. En dat die ene meneer die dan denkt dat er alleen maar domme ambtenaren... Laat me dan rijden, dat heb je niet gedaan. Nee, waar we dus constant voor gekozen hebben. Ja. Een beetje wel, dat kostte me best moeite. Maar misschien dat ik er ook wel, maar is ook een vraag terug. Om niet met modder terug te gaan gooien. Nee, maar je hoeft toch geen modder te gooien als je vertelt waarom het wel is gedaan? Nou, ja, weet ik dus niet. Dat was misschien ook het punt van Esther, dat we ook nauwelijks tijd hadden om ook daar nog energie in te steken. Terwijl misschien beter uitleggen waarom dit wel degelijk, nou, hoe het zat. Ja. Dat misschien nog wel weer had geholpen om de sfeer... Maar als je niet uitlegt hoe je het doet, dan weet ook niemand hoe het gaat. Maar eigenlijk is dat misschien wel een vraag terug. Okay. We hebben er wel, denk ik, steeds voor gekozen om maar niet in die discussies mee te gaan. Ja. Nee, dat weet ik. Omdat dat was ook zelfs onze energie zou kosten. Nou ja, nogmaals, wie modder, met modder gooit, verliest grond. Misschien moet je de if they go low, we go high. Maar misschien is het een verkeerde afweging geweest. Dat is een vraag die ik heb. Die stellen, Ron? Ja, dit denk ik wel de kern van dit gesprek voor mij is, we zitten in een pandemie. En er zijn vaccins, die hadden we nog nooit gemaakt. Is eigenlijk nauwelijks te begrijpen hoe ze werken. Waarom moet je het vertrouwen? Waarom moet je vertrouwen dat die beademingsapparatuur de goede apparatuur is? En welk verhaal geloof je? En wat je merkt, en dat geldt ook voor ons, er zijn heel veel verhalen. En elk verhaal op dit moment is even hoorbaar. En dat is geen verwijt, dat is gewoon feitelijk hoe het is. En het is logisch in een tijd dat je ook niet meer alles begrijpt. Dat je gaat zoeken naar wat is het ware verhaal. En ik denk dat wij wel bij voortduring verhalen hebben verteld. Maar dat het niet vanzelf een verhaal is wat evenveel gewicht krijgt als de individuele dokter die op Twitter zegt, deze apparatuur, dat is niks. Of de individuele techneut die op Twitter zegt, nou, overheid en ICT, dat kan nooit iets worden. En dus wat we niet gedaan hebben, en ik denk dat dat terecht is, is tamboureren hoe goed we zijn. Nee. Of vertellen hoe het echt zit en nog een keer vertellen. Dat is alleen maar heel super irritant. Nee, dat moeten anderen doen, zeg ik. Maar dat moeten anderen doen, maar het effect ervan is wel dat die verhalen naast elkaar staan. Ja, maar ook dat is werkelijkheid. Ja. Ja, kijk, en kijk. Ik vergelijk wel eens, en ik denk, ik gok dat de twee Duitsers en de Amerikaan die mRNA-technologie hebben bedacht, dat die volgend jaar de Nobelprijs krijgen. Maar wij leven in een tijd waarin we eigenlijk alles begrijpen en kunnen, inclusief hoe mRNA codeert, zodat het een spike-eiwit maakt. Maar er nog maar enkele tientallen mensen zijn die dat echt snappen. Ja. Dus waar we vroeger eigenlijk niks begrepen en dus alternatieve verhalen moesten maken, is het nu heel ingewikkeld om te bepalen welk verhaal je moet geloven. Ja, maar dat is voor een deel omdat er meerdere waarheden in het domein aanwezig zijn. Absoluut. Niet één absolute waarheid. Toch? Absoluut. En wat wij op ons domein hebben kunnen doen, en ik denk dat dat meehelpt. Ja. Het is ons gelukt om mensen aan ons te binden die je normaal niet bindt. Ja. En dat betekent... een voorbeeld. Ik moest een keer ergens afgelopen jaar Apple bellen omdat het niet goed ging. En iemand uit het team zei, nou, laat mij maar even. En zei de volgende dag, Tim Cook heeft geregeld dat het goed is. Dat zijn mensen met wie ik normaal niet kan werken. Maar dat zijn wel mensen die zoveel aanzien hebben ook
onder groepen in het land, dat hun betrokkenheid al zorgt voor meer vertrouwen. Maar dat hoor ik in jullie, al jullie verhalen, dat jullie omringen door mensen die... Het voorbeeld, een ander voorbeeld, ja. de hele privacygemeenschap. Ja. Normaal zit je daar een beetje gezondheid versus privacy, et cetera. Ja. En die waren heel kritisch. En we hebben ze bij alles betrokken. En ze hebben ons ongelooflijk scherp. Ze houden ons tot de dag van vandaag scherp. Dat mag ik hopen, ja. Nou ja, ze kunnen ook alles zien. Hè? Ja. En dat is gewoon alleen maar goed. Dat is een hele andere dynamiek. En het is, ze blijven gewoon lekker onafhankelijk. Maar ze houden ons scherp, ze maken ons beter. Sommigen komen tijdelijk in het team, anderen blijven gewoon, en dat is ook een legitieme keus, blijven dat van de onafhankelijk beschouwen. Maar ik ben ongelooflijk blij met de Privacy First en al die clubs en die hele vereniging die zich op een gegeven moment, Ron weet de namen nog, ja. die toen op zijn gestaan van wat gaat hier allemaal gebeuren? Kom maar binnen. En ik heb er tot de dag van vandaag geen meter spijt van. Nee, snap ik. Voor degenen die aangesloten zijn bij ons. Jullie zijn zeker uitgenodigd als je vragen wil stellen of opmerkingen wil maken. Samen met Pepijn kijk ik hoe we jullie in het gesprek kunnen betrekken. Ik wacht even af of dat gebeurt, maar jullie zijn alleszins uitgenodigd. Mogelijk ook te beginnen met de vraag. Misschien dat jij dan nog even, Mark, hè, als baas van het landelijk consortium hulpmiddelen en later ook nog dingen in de test hebben gedaan. Misschien kan ik ook nog even aan jou vragen hoe het... Ja. Hoe het jou is Jullie begrijpen waarom bevallen. Ik nu heel erg benieuwd ben of er ook vragen uit het panel... Dan kunnen ze nog even nadenken. Ja, maar goed. Jij zit nu ook in die stoel, dus dan mag je ook gewoon zelf even wat vragen. Dit is wel jouw moment, hè? Zeker, zeker. Dus kun je zelf eens even antwoord geven op de drie vragen die je aan ons stelt. Dus hoe was het voor je? Waar ben je trots op? En waar heb je van geleerd? In de zin van, ga ik anders doen. Ja, kijk... Ik weet niet eens precies de datum, het was denk net na 18 maart, maar zat er niet ver vanaf toen jij mij belde en zei, Mark, kom hier, ook nog met die venijnige zin, hou me op met boeken schrijven over leiderschap, kom het maar laten zien. En dat ik ook nog begon uit te leggen dat ik geen boek over leiderschap schreef. Dus dat is niet succesvol geweest, niet zozeer dat ik niet aan het schrijven ben. En ik zei, in mijn herinnering was het, Erik, dat ik jou aan het uitleggen was dat je mij niet moest hebben. Dat heeft ook geen indruk gemaakt en de volgende dag zat ik bij VWS. Maar wat ik spannend vond, op die eerste dag kwam ik mensen tegen, dat is, denk ik, vergelijk met wat Ron ook zei, die ik voor die tijd niet kende. Ik bedoel, ik kende wel een aantal mensen in de wereld van de bedrijven en van de logistiek. Maar ik zat ineens aan tafel met een hele hoop mensen die ik nog nooit had gezien. En wat ik echt het spannende vond, dat was op donderdagavond belde hij me, vrijdag zaten we bij VWS en zeiden we gaan een consortium oprichten, dat althans zo is het gaan heten. Dat op zaterdag de 100 man aan de slag waren om spullen in China te kopen. En met dat gedeelde gevoel wat jullie ook hadden van... De nood is zo hoog, we gaan dat samen doen. Geen enkele verdienste van mij. Allemaal verdiensten van mensen die ook al bij VWS voor die tijd aan de slag waren. En dat meemaken, ja, dat is geweldig. En ik herinner me nog dat je zei van... En er komt vast nog een keertje gezeik over. Nou, volgens mij zit ik nu in de fase... Dat wat dan heet de verantwoording plaatsvinden en terecht. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Ook niet als de dingen niet goed zijn gegaan. Maar vraag geen toestemming vooraf als jouw zin. Dat is mijn motto geweest. Waardoor we ongelooflijk veel slagkracht hebben gehad. Maar dat zat hem in de gedeelde ervaring die jullie ook beschrijven. Ja, of dat trots is of plaatsvervangend trots. Want dat zaten jullie ook net te zoeken. Volgens mij is plaatsvervangende trots dat gebeurd is. En ik had ook nog de wetenschap dat er vast ergens een moment zou komen dat iemand de vraag zou stellen, zijn dat er niet te veel? Dus jouw ervaring is ook op dit moment mijn ervaring. En met de kennis van dat moment was het niet te veel. En met de kennis van nu denk ik, daar moeten we goede dingen mee doen. Ja, dat hebben we toen ook al tegen onszelf gezegd. Maar de opdracht was, er mag nooit meer een tekort zijn. En dat was vergelijkbaar met wat jij ook beschrijft, Maaike. Dat je beelden uit de ziekenhuizen kreeg dat mensen onbeschermd rondliepen. En we zeiden, dat mag echt niet. Wat ik heel moeilijk heb gevonden, maar daar hadden jullie ook wel voorbeelden van. We hebben 10.000 aanbiedingen gekregen van beschermmiddelen. Dat ik de politieke opdracht kreeg om met iedereen het gesprek te onderhouden. Omdat het mogelijk wel een goede aanbieding kon zijn. En die mocht ik niet afwijzen met de mededeling. We hebben al een aantal lijnen liggen. Ja, dat... Terechte zorg van mensen. En zeker in die beginfase toen zei je, je kan wel zeggen dat je iets aan het doen bent, maar ik zie mensen onbeschermd rondlopen met vergelijkbare zin die jij uitsprak. Ja, dat snapte ik ook nog.
Nee, het was vooral de gedeelde slagkracht. Waar ik wel naar heb lopen zoeken, en dat zit ook in jouw reflectie. De overheid werd ineens een centrale speler op een terrein waar ze nooit een centrale speler zijn geweest. En ja, stond allemaal niet in onze taakopschrijving. Nee, sterker nog, we wisten zelfs beter dat bij een ziekenhuis weet je beter welke beademingsapparaten je nodig hebt. Net zoals dat het bestellen van mondmaskers was echt geen overheidstaak en geen raad van besturen taak. Maar in nood wordt het ineens een gedeeld onderwerp. Dat heeft wel de puzzel elke keer opgeleverd van hebben we voldoende geacteerd vanuit de overheid en waren we niet te aanwezig als overheid? Daar ben ik nog niet uit, Erik. Mark? Dat is eigenlijk... Ja, ga je gang. Mag ik jullie allemaal een vraag stellen? Dat geldt ja, voor Mark, als je even zegt, geldt... want ik zie je naam niet. Dus Hans Leenders. Hans Leenders. Hoi. Dat is de directeur FVZ verantwoordelijk voor die financiële puinhoop bij VWS. Hoe is dat? Hey. En mijn vraag gaat dan niet daarover, maar ook misschien wel weer een beetje wel. Jullie hebben allemaal vorig jaar de politieke opdracht gekregen om better safe than sorry, hè? Kopen. En het risico was dat het te veel zou zijn, maar dat werd wel overwogen genomen. En dat werd niet wel overgenomen door jullie, maar door de politieke opdrachtgevers. En daarachter de techniek, hele mag ik even kamer. Een ander beeld? Sorry Hans, ik onderbreek je even, want we hebben nu Vincent Evens in beeld. Kijk ik ook heel graag naar. Ja. Maar kunnen we even weer Hans Leenders in beeld krijgen? Ja, ik heb een roze muur op de achtergrond altijd. Daar herken je mij van. Is goed. Ik stel voor dat je toch even doorgaat met je vraag, Hans. Maar ik hoop dat je zo weer in beeld komt. Oké. Maar de politieke opdrachtgever waren onze, daar ben ik, de bewindslieden. Ja. En daarachter natuurlijk een kamerbrede opdracht aan de minister om dat te doen. Van echt Boat Deads tot Lilian Marijnis en alles wat ertussenin zit. En dan zie je de afgelopen week dat die beeldvorming rondom het goede handelen van toen toch wat gekanteld lijkt. Hè? De andere kant, die wordt nu benadrukt. Hoe gaan jullie daar zelf mee om? Want ik kan me voorstellen dat dat zo ongelooflijk frustrerend is als datzelfde parlement wat hierom gevraagd heeft, een opdracht heeft gegeven. Daar gaan natuurlijk nu vragen ontstaan naar aanleiding van het rekenkamerrapport dat het toch wat anders beleefd wordt nu met de kennis van nu achteraf alle wijsheid. Ja, ik zat net naar Erik te kijken. Volgens mij staat een vraag voor je. Mag Mark eerst beantwoorden en ik denk voor iedereen wel leuk te beantwoorden. Maar je mag hem ook straks zelf nog even beantwoorden op het actuele thema wat ik net even een beetje provocerend aansneed. Maar Hans, dit dreigt. Ik moet voorkomen dat ik nu een heel braaf antwoord lijk te geven. Maar ik snapte in maart en april van 2020 dat absoluut de urgentievraag was, die overigens bij de beschermmiddelen ongeveer tot aan de zomer aanwezig is geweest. Kopen. Er mag geen tekort zijn. Zorg dat mensen beschermd zijn. Maar ik snap ook de vraag van dit moment. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet raar dat, of dat nou in de media of in het parlement of waar dan ook is, dat wij de scherpe vraag krijgen. Maar kijk nou eens even terug. Heb je daarin goed gehandeld? Dus ik vind dat wij ruimte krijgen, die heb ik ook van Erik gekregen, en ook van de politiek bestuurders, vooral Martin van Rijn in die fase, maar ook van Hugo de Jonge. Ja, dat vereist wel dat ik ook moet kunnen uitleggen of ik daarin goed heb gehandeld. En ik vermoed dat ik niet alles zonder fout heb gedaan. Ik ben wel benieuwd welke fout dan. Maar toen de kranten mij vroegen van hoe kan het dat u te veel heeft gekocht, heb ik gezegd, ja, wat is te veel? We hadden toen de opdracht, er moet er zoveel zijn dat we de eerstvolgende 3 golven van de pandemie aankunnen, dat er niemand onbeschermd rondloopt. Dat heeft geleid tot het aantal beschermingsmiddelen. Ja, en we hebben toen ook gezegd, pas op dat het wel een vlotte hoeveelheid beschermmiddelen wordt. Inclusief als we landen als India erbij kunnen bedienen. En ik ben ook heel erg blij dat dat ook gebeurt. Maar ik denk ook dat we ze verder weer in het systeem moeten brengen. Maar goed, laat het maar scherp zijn. We zijn niet omringd door mensen die alleen maar applaus geven. Laat ze gewoon maar hard en direct zijn. Maar goed, dit is dus niet bedoeld als braaf. Of ik het altijd leuk vind, Hans? Nee, natuurlijk vind ik dat niet altijd leuk. Maar ik vind het wel logisch. Maaike? Ja, nou ja, ik denk dat het wel heel legitiem is om te vragen, hè, van wat heb je nou gekocht en voor hoeveel geld en waar staat het? Dus het is echt goed dat deze vragen allemaal gesteld worden. Ik zoek wel naar wat is een goede balans tussen wanneer is er voldoende zekerheid dat iets geleverd is? En wordt die zekerheid geleverd met een pakbon?
Of is die zekerheid er omdat we gewoon kunnen laten zien dat ze in die ziekenhuizen staan? Dus maar dan kun je toch gewoon zeggen dat je dat laatste nog belangrijker vindt dan die pakbon? Dat vind ik ook, ja. Maar daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Maar ik snap wel ook, ik vind het wel goed dat die vragen gesteld worden. En ik denk dat we een goed antwoord hebben. En ik denk eigenlijk ook dat in het verantwoordingsdebat zal blijken dat de minister dit antwoord kan geven. En dat de Kamer het dan ook een goed antwoord vindt. Dus ik heb daar eigenlijk wel vertrouwen in. En dat neemt niet weg dat in de pers nu beeld ontstaat en is van, er zijn allemaal bonnetjes kwijt. Nou, mag ik misschien toch, dan ga ik even naar Ron. Toen de journalist van de Volkskrant mij vroeg van, hoe kan het dat u te veel heeft gekocht? Ik zei, ja, heb je nu een uitgavenvraag aan mij of heb je een zekerheidsvraag aan mij? Ja, hij zei, ik heb een uitgavenvraag. Of dat was het gevolg. Ja, ik zei, dan is het te veel. Als je benadert vanuit van, er moest geen tekort zijn, dan was het volgens mij niet te veel. Maar goed, even de anekdote. Maar dat was omdat ik bij de pers al regelmatig vraag, wanneer krijg ik nu eens het bericht, wat ging er nu weer goed bij de overheid? Dat is een strijd die ik nog niet aan het winnen ben. Ron? Ja, kijk, wij zijn gepokt en gemazeld in het Haagse. Ja. Dus ik begrijp heel goed dat er een motie is die zegt, wilt u zo snel mogelijk een app maken? Ja. En dat als die app, die eerste app er is, want we doen natuurlijk nog veel meer, dat de Kamer zegt, ho, dat gaat zomaar niet, u moet even wachten, want er is nog geen wet. Want allebei is waar en wij snappen die dynamiek. Wat ik ingewikkelder vind, is de mensen met wie wij werken. Mensen van buiten die zeggen, wij gaan ons verbinden aan het bestrijden van de pandemie. Normaal gesproken zouden we het niet doen, maar wij zijn bereid dit samen te doen. Ja. En die mensen, ja, die snappen dat minder. Dus de mensen die met ons meerennen, die denken, hoe kan de Kamer nou zeggen, nog even niet, terwijl het klaar ligt. Dat is één, vind ik ingewikkeld. Is heel veel uitleggen en zorgen dat je voor en achter je mensen blijft staan. Ja. Er zit een tweede ding bij, en daar ligt voor mij echt de grens. Dat wordt af en toe persoonlijk. Dat leidt tot mensen die namens ons, voor ons, met ons in de beeldvorming komen. Ja. En het heeft ook geleid tot doodsbedreigingen. Heeft ook geleid tot aangifte. En daar ligt voor mij de grens. Ik snap dat in het proces dat er verhitte gesprekken zijn. Ik snap dat meningen verschuiven. Ik snap dat je vandaag iets anders kunt vinden dan over 3 maanden. Ik trek de grens bij persoonlijke aanval. Dus wat wij steeds gedaan hebben, is op dat moment tegen mensen zeggen, weet je heel zeker dat je hem nog pakt? Heb je nou steun nodig? Moeten wij even gaan staan? Want daar ligt voor mij echt de grens. Maar ja, dat is over de grens, toch? In die zin dat je op dat moment over de grens bent, daar ligt voor mij de grens, daar ga je niet overheen. Ja. Maar dat is toch, ja, voor een deel onbegrijpelijk, maar zeker onwenselijk. Dan word je toch vol in je flank geraakt? Als dat je overkomt? Als de bedreigingen in het spel zijn of mensen heel persoonlijk worden in het zoeken van oplossingen? Kijk, ik word daar niet zo persoonlijk in geraakt. In die zin dat de verhitting van het debat ook daarvoor wel duidelijk is. Wat je niet wilt, is dat mensen die zich opwerpen om mee te rennen en mee te helpen, en die heel bewust zeggen, laat ons ook maar uitleggen. Laat ons ook maar vertellen. En die met de overheid meewerken, meerennen, waar ik echt heel trots op ben. Ja. En die mensen, dat die worden ineens aangevallen. Ja, dat die ineens in een vuurlinie komen te staan. Ja. Waar ze normaal gesproken niet staan en waar ze ook niet horen te staan. Ik vond het wel dat het ook, dankjewel Ron. Dat is heel indringend. Maar dan sta je denk ik ook voor je mensen of voor de mensen met wie je dit doet. Als SG. Nee, absoluut. En dit is hier ben je dan overigens wel, soms krijg je een ongelooflijk machteloos gevoel, gelukkig. En dan, volgens mij moet ik daar niet te lang over hebben, maar daar wordt ook wel hard ingegrepen nu, zie ik, door justitie. Dus er worden wel wat straffen uitgedeeld de laatste tijd. Maar nog even terug op die vragen mogen allemaal gesteld worden, ik ben het helemaal met jullie eens. En we hebben overal een antwoord op, en of het een goed antwoord is of niet, dat laten we het daar ook over hebben. Ja. Waar het bij mij op een gegeven moment soms even, dat ik het even een beetje zwaar krijg, is wanneer de vraag zo gesteld wordt dat eigenlijk degene laat merken dat hij het antwoord al weet en dat hij ook niet eigenlijk meer geïnteresseerd is in het antwoord. Of, weet je wat Mike ook zegt, dan is de ophef en het beeld, en dat moet je dan thuis weer uitleggen en dat moet je bij je vrienden uitleggen en je bent allemaal ongelooflijk betrokken. Ja. Het beeld is al neergezet, terwijl een paar weken later in het verantwoordingsdebat waarschijnlijk heel veel goede antwoorden komen. En daar is dan niemand meer geïnteresseerd. Dus alles mag gevraagd worden. Ja. Maar wees dan ook nieuwsgierig naar de antwoorden. En als dat is, dan is het oké. Okay. Dat vind ik van mezelf ook terug. Hè? Dus als ik op een gegeven moment zie dat
En misschien nou een bruggetje naar Hans zelf. Ja. Dat als ik me weer ergens over opwin, moet ik ook eigenlijk even mijn oordeel uitstellen en nieuwsgierig zijn waarom iemand ons zo ziet als die ons ziet, terwijl ik weet dat het misschien anders zit. Dus die nieuwsgierigheid naar elkaar is belangrijk. Maar Hans, hoe heb je het zelf ervaren met de afgelopen week met de gehaktdag? Nou, ja, daar kun je allerlei zelfreflecties op loslaten en je eigen emotionele binnenkant naar buiten rollen. Op zichzelf heel rustig. Op zichzelf heel rustig, maar dan toch twee dingen, denk ik, om waar dan toch iets zit van dat de handen jeuken om dat verhaal te brengen. Van, ja, en eigenlijk zei Mike het net heel mooi, hè? De pakbonnen. Ik vind het steeds weer het mooiste voorbeeld, omdat je hem zo levendig kunt maken. Je koopt in een nieuwe rol apparatuur, omdat het veld daarom vraagt. Samen met het veld koop je dat in en je laat dat natuurlijk rechtstreeks door de mensen van Defensie naar de ziekenhuizen brengen. En ja, in de snelheid rits je dan niet alle pakbonnen eraf om daar de interne administratie nog eens even voor te vullen. Wij wisten dat dat gebeurde. Dat wisten we vorig jaar maart, april, wisten we dat daar zeg maar met een financiële bril risico's waren voor de rechtmatigheid zoals de accountancywereld daar naar kijkt. Namelijk 100% zeker aantonen dat je middelen hebt gegeven en dat ergens die spullen die je betaald hebt zijn geleverd. We wisten dat we daar risico liepen. En we hebben daar ook, volgens mij als een van de eerste, op gereageerd en op geadviseerd. En de minister was de eerste die dat ook aan de Tweede Kamer meldde. Hè, juni vorig jaar. Van mensen, we zijn met dingen bezig, whatever it takes. We lopen daar groot risico. Dat is één. En dat die hele context van die crisis dan in zo'n oordeelsvorming niet wordt meegewogen. Want we hebben op alle buiten corona grillen dingen, we hebben het gewoon goed gedaan. Dit jaar, afgelopen jaar, de jaren daarvoor. Maar in die crisisaanpak gebeuren dan dingen die niet helemaal accountancy-proof zijn. Ja, ik had dan gehoopt dat het verhaal meer contextgebonden was geweest. En ook in de woordvoering vanuit het rapport meer contextgebonden. En de echte pijn zit dan natuurlijk, en dat wil ik ook wel gezegd hebben, is dat daar een beeld wordt geschetst, ook vanuit de aanvoerder van de rekenkamer, dat dit al jarenlang een rotzooi is bij VWS. En dan denk ik, mensen, kijk toch eens terug, joh. Kijk toch eens gewoon terug naar die oude rapporten. We zitten jarenlang al in het eerste rijtje van een competitie, als het dan een competitie is. Als er dingen niet goed gaan, herkennen we die meestal meteen ook binnen VWS. We zijn het nooit oneens met de rekenkamer. Dan gaan we eraan werken en dan zie je de verbetering in een paar jaar terug. Zo hebben we 20 jaar gewerkt met een VWS. Daar zijn we ook trots op. En dat het afgelopen jaar in die crisis het dan even op dat vlak wat minder goed gaat. Ja, dat is vorig jaar. Daar gaan we ons op verbeteren. Maar dat is niet 20 jaar een puinhoop of lak hebben aan. En daar zit wel enige woede, merk je. Ja, merk. Maar op zichzelf kan het in jouw vak niet vreemd zijn, Hans. Dat ze met de kennis van toen en met de kennis van nu, dat die vaak wel door elkaar lopen bij het verantwoorden. Dat moet ook een constant in jouw professionele ervaring zijn. It's the dus benefit niet dat het leuk is, maar het is, zeg ik dan met Erik. The benefit of the hindsight. Ja, herkenbaar. Ja, ik dreig bijna nu aan Vincent Evers te vragen of hij een vraag had, want die komen zo vaak in beeld. Ja, Vincent die hackt ons volgens mij de hele tijd en hij heeft ook al 3 keer van achtergrond veranderd. Dus, het hoeft niet. Maar stel je vraag maar, Vincent, of had je geen vraag? Ben je gewoon aan het luisteren? Ja, nee, ik had dus inderdaad een vraag. Ik was gepassioneerd enthousiast over jullie rol, hoe jullie dingen aanpakten, met de app bezig waren, gemeenschappelijk inkoop, maar waar ik zelf als burger enorm behoefte aan had, is dit soort verdediging als jullie nu zeggen. Ik vond dus meer, jullie waren, terwijl je geschoren, ik had een bal van Ron, die was altijd nog wel bereid om voor de camera te komen. Maar ik, Erik had ik graag gezien willen hebben. Ik had Mark graag gezien willen hebben. En wat ik kreeg, was altijd Hugo in de Tweede Kamer, die in tweede hand nog eens een keer ging vertellen. Was dat strategie? Was dat bewust? Mochten jullie dat niet doen? Hoe zat dat met die communicatiestrategie? Want wij hadden meer support van jullie nodig waarom jullie dingen deden, hoe jullie het deden. Dankjewel. En ik vraag aan Erik. Ja, dat is wel gelijk een hele goede en ook ingewikkelde vraag. Omdat nee, het is een hele eenvoudige vraag. Nee, want we hebben daarmee geworsteld. En je noemt het goede voorbeeld van Ron. Daar zijn we ook heel trots op. Dat was vrij uniek in de overheid, dat je een directeur heel veel een rol geeft, niet alleen bij briefings, maar ook bij journalisten en ook zo nu en dan gewoon als woordvoerder voor de minister.
En ik denk dat we daar een model mee te pakken hebben, wat we, en daar ben ik met je eens, Vincent, misschien ook op al die andere terreinen hadden moeten doen. Hebben we het er wel eens over gehad? Ja. Vonden we dat ingewikkeld? Ja, want het is natuurlijk zo dat de minister degene is die het beleid verdedigt en het ook lastig is om dan ook als topambtenaar dat te doen. Heb ik me zo nu en dan? Wilde ik het graag? Ja, hebben we het wel eens over gehad ook. Het is nu een debat, hè, in Den Haag, ook naar aanleiding van allerlei andere zaken van moeten die ambtenaren niet ook meer? Ook weer met, dus dan moet degene die ons vragen stelt ook geen politieke vragen stellen. Dat is dan de andere kant, is dan die zelfbeheersing. Maar moeten we niet daar opener in zijn? Moeten we daar niet transparanter in zijn? En mag er niet gewoon, zoals Ron dat gedaan heeft, ook op al die andere terreinen, gewoon topambtenaren het woord geven, als we allemaal maar van elkaar weten wat je wel en niet aan mij kunt vragen en waar je toch echt voor bij een minister moet zijn. Maar ik vind het een goede vraag en het is ook, je raakt de kern van een debat en je voelt een beetje aan hoe ik reageer, dat ik wel blij ben met de openingen die nu lijken te ontstaan, ook naar aanleiding van de POC-affaire en zo, dat ook op dat punt meer transparantie gaat. Maar we hebben die ruimte nog niet gevoeld, voldoende gevoeld op al die andere onderwerpen. Maar ik denk dat het wel gaat veranderen en we hebben een lichtend voorbeeld hier zitten. Ja, maar jij hebt het dus wel gedaan. Je hebt het dus wel gedaan, Erik, met Ron, maar je hebt het zelf niet gedaan. En mijn vraag is, Hugo lijkt mij een type die behoorlijk open is. Die, als je dat hem vraagt, dan denk ik van, dan zegt hij, joh, doe dat wel of niet. Maar jij hebt die ruimte zelf niet genomen. Tenzij je op je vingers bent getikt omdat jij iets gezegd hebt in de tijd. Nee. Waarom heb je dat niet gedaan? Want je bent geen verlegen type. Je bent geen verlegen type. Nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk eigenlijk. Moet ik daarbij? Je hebt gewoon gelijk. Ik heb die ruimte niet genomen. Ik zal daar, weet je. We komen natuurlijk uit een tijd dat het helemaal niet gebruikelijk is dat ambtenaren hun verhaal doen. Want de minister is verantwoordelijk. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond dat zelf zeker in het begin ook wel een worsteling. Ik heb bijvoorbeeld heel bewust gekozen om me niet te laten mediatrainen. En tegelijkertijd, je voelt bij sommige vragen dat er eigenlijk gezocht wordt naar een antwoord dat je niet kunt geven of wat zo geknipt gaat worden dat je fout wordt uitgelegd. Ik ben daar langzamerhand wat meer gewend aan geraakt. Wat ik zelf heel prettig vind, is dat het daardoor, en ik moet ook eerlijk zeggen dat eigenlijk tegenwoordig in bijna alle interviews zo gaat, niet meer gaat over de politieke kant, maar de oprechte nieuwsgierigheid hoe het eigenlijk zit en welke keuzes je zou kunnen nemen. En dat zijn de gesprekken waarvan ik denk, die gaan helpen. Als het ons lukt om ambtenaren in de positie te krijgen dat ze zonder politieke verantwoording, zonder dat ze daarna aan de schandpaal worden genageld, oprecht te kunnen bevragen op welke nuances zitten er eigenlijk in uw handelen en welke oplossingsrichtingen zijn er, dat het helpt in het beeld. Maar tegelijkertijd, ik ben het met Erik eens, dat was heel ongebruikelijk. Het wordt gebruikelijker, denk ik. En ik denk ook dat we daar meer van zullen gaan zien, ook naar aanleiding van alle andere ontwikkelingen van de afgelopen jaar. Maar dat we daar ook als samenleving aan zullen moeten wennen, omdat je het onderscheid moet kunnen gaan voelen tussen de persoon die politiek wordt aangesproken en de persoon die vanuit zijn functie probeert dat zo goed mogelijk te doen. Dankjewel, Ron. Ik mag nu aan het onderwerp ambtelijk leiderschap werken, Vincent. En daar is dit een van de onderwerpen die hoog op de agenda staat. Maar ik denk dat we even terug moeten naar de vraag die jij stelt. Waarom hebben we het niet gedaan? Erik weet dat ik daar regelmatig gefrustreerd over ben geweest. En de verklaring die ik elke keer kreeg, Mark, ik snap wel dat je iets wil gaan vertellen, maar deze week staat de minister weer in de Kamer. En ik verwijt mezelf tot op de dag van vandaag dat gedurende maanden geen reden is geweest om te vertellen. Want ik bedoel, Erik had even het keukentafelgesprek. Als ik thuis probeerde uit te leggen hoe het ingewikkeld het is om een miljard mondkapjes of mondmaskers binnen te halen, dan snapt iedereen dat. Dat is gewoon een technische uitleg of een inhoudelijke uitleg. Dus ik heb mezelf bestraffend toegesproken dat ik me heb laten tegenhouden. Dat is mijn eigen afweging geweest. Maar dit was de verklaring. En dat snap je ook wel, want dat zit in het punt waarom. Omdat er altijd wel een interactie is tussen de inhoudelijke uitleg en de politieke debatten die op dat moment worden gevoerd.
Maar ja, als dat betekent dat je in de loop van de tijd nooit de uitleg geeft, ja, dan wordt het verhaal dus ook niet bekend. Dat was ook voor Erik en mij de reden om eens een gesprek zoals dit te gaan antemeren. Terwijl we ook te horen kregen, dit was niet het goede moment, want de pandemie is nog niet voorbij. Ja, haal je de donder, natuurlijk is het niet voorbij. Maar als we niet beginnen te vertellen hoe we dingen doen, dan wordt het ook niet bekend. Maar Vincent, ik vind het wel goed, je hebt de vinger bij mij op de zere plek gelegd. Want ik ben niet op de vingers getikt. Ik heb zelf die ruimte. Nee, ik heb zelf die ruimte niet genomen. Klopt. En toen ik een paar weken geleden door BNR Nieuwsradio werd gevraagd om op vrijdag wat te komen vertellen. En ik daar natuurlijk keurig even wel overleg over heb met mijn minister. Toen zei hij, natuurlijk, doen. Ja. Dus en ook Ernst van Koesveld, mijn DG Langdurige Zorg, heeft in de Tweede Kamer gesproken. Nou, de RIVM'ers kennen we allemaal. Dus het is ook niet zo dat het helemaal niet zo is. Maar ik ben het met je eens, dit moeten we gewoon vaker gaan doen. Beter communiceren over wat we wel doen. Omdat op het moment dat je in kleine gesprekken die verhalen vertelt, ja, dan snap merk je gewoon, ja, maar vertel dat dan. Had dat dan gezegd? Wat nu domineert, nou ja, we praten in die zin nog te weinig terug. Ja, maar goed, Erik, blijf maar zeggen, dit gesprek was er ook een reden voor. Het is een eerste voor. Voorzichtige poging in een veilige omgeving om eens te kijken of het helpt. Ja. Esther, welkom. Je bent weer terug van het gesprek met je minister. En we zitten net in een gesprek over dat we verhalen moeten vertellen en moeten uitleggen naar onze omgeving. Dus herkenbaar. Vincent, mag ik hiervoor complimenten maken voor de plaatjes die je op je eigen achtergrond hebt zitten? Want mijn vraag is, heb je al die boeken gelezen? Nou, dit is het Rijksmuseum, Mark. Dus ik ga daar met diepe liefde in. Mag ik nog één vervolgvraag stellen op jullie goede antwoord? Dankjewel. Ik heb een heleboel bedrijven gevraagd. Hè. De Rabobank ging in één keer van 4.000 naar 24.000 mensen. En Wiebedraaier zegt, hey, we hebben meer productiviteit, een hogere personeelshappiness en de klanten zijn ook tevredener. Jullie waren altijd alles decentraal, decentraal, decentraal. Nu heb je een aantal dingen neergezet. Wat gaat hierna nu gebeuren? Wat wordt het nieuwe vraag. Normaal? Ja, dus wat nemen we mee van deze periode en wat behouden we van de periode ervoor? Erik, durf je een poging? Ja, zeker. En het is natuurlijk ook grotendeels een politieke vraag. Maar ik denk dat het aardige van die... Kijk, je zou kunnen zeggen een aantal dingen waar heel Nederland het over eens is dat beter kan. Dat we beter samenwerken over domeinen, zorgdomeinen heen. Maar ook misschien wel met bedrijfsleven. Dat was ineens mogelijk. En dat hebben we ook gewoon gedaan. Al die partijen die voor de crisis voor samenwerking waren, maar het in de praktijk om allerlei redenen nog ingewikkeld vonden, die zijn samen gaan springen. Dus wat ik steeds zeg is, dat zijn dezelfde mensen. Dat zijn dezelfde dokters, verpleegkundigen, GGD-medewerkers, verzorgende burgers die hele mooie initiatieven hebben genomen. Bestuurders, verzekeraars, wethouders, ministers, topambtenaren. Dat zijn dezelfde mensen. Dus we moeten gewoon, als die urgente crisis, die natuurlijk zo, ja super, als die straks weer een beetje gaat verdwijnen, dan moeten we onthouden dat we het al kunnen. En ik vermoed dus dat er sowieso een nieuwe normaal wordt, meer met elkaar samenwerken. En dan is het de politieke vraag of dat moet worden, op een bepaalde manier moet worden afgedwongen, of dat we inmiddels zo zijn gaan genieten van dat samenwerken, dat niet meer nodig is. Maar dat is het, denk ik. Ja, nee, maar volgens mij zit het in al jullie verhalen, samenwerken met andere partijen. Maar goed, dat betekent geen overheid meer op afstand. Maar dat het niet hetzelfde is dat de overheid het over gaat nemen. Nee, want dat is dan weer zo'n... Hè? Ja? Van ja, aanspreekbare we overheid. Hebben allerlei dingen gedaan die niet in onze taakomschrijving stonden. Niet omdat we dachten, ha, lekker, dat gaan we weer eens lekker doen. En we gaan weer lekker centraal en alles vanuit de overheid doen. Want als er hè, mijn collega's bij VS weten donders goed dat het voor 99% in dat veld gebeurt. De complimenten kwamen niet voor niks. Voor de GGD, die appbouwers. Jouw kernteam, al die bedrijven ook, die een succes hebben gemaakt van het landelijk coördinatie. De ziekenhuizen die patiëntenspreiding hebben gedaan. En niet te vergeten de langdurige zorg waar topprestaties zijn geleverd. En de huisartsen, nou noemen ze allemaal op. Het is misschien wel zo dat we veel meer die verbinding met die partijen... Ja, maar toch ook de aanspreekbare overheid... Dat wil niet zeggen dat de overheid het overneemt, maar dat je wel een partner wil zijn en kijken wat is onze rol in de oplossing. Ja, maar misschien moeten we die vraag ook eens even aan Esther stellen, als ze weer terug is. Nee, ik check eerst even of Esther weer aan het landen is, want je komt even... Ja? Wat, als je microfoon pakt? Nou, Mark, ik snap eigenlijk niet zo goed wat jij wil. Jij zegt maar toch ook de aanspreekbare overheid. Nou, we zaten in het gesprek
al een tijdje op onderwerp dat de overheid ongelooflijk actief is geworden op dit terrein. Ja. Terwijl dat normaal niet vanzelfsprekend was, want dat deden partijen in het bedrijfsleven, in de zorg. Ja. Erik schetst dat we dat in belangrijke mate samen hebben gedaan de afgelopen periode. Ja. Daar was de overheid dus ook een van de partners. Zeker, ja. Dus ik heb een veel betrokkener overheid gezien dan in de periode ervoor. Maar ik wilde eigenlijk, ik weet niet precies, meneer, ik ben Esther. Ik weet niet waar ik moet kijken, maar ik weet niet precies wie u bent. Dus Vincent Everts. Ah, Vincent. Die iedereen heeft weggedrukt op het scherm. Oh, en, grapje. Vincent, het was een grapje. Wat bij mij opkwam bij de vraag van Vincent was... Ja. Misschien een wat verdere inkleuring van wat jullie dan al besproken hebben. En dat is een nabijere overheid. Maar, maar mijn associatie was direct bij deze vraag de uitvoering. Ja, ja. Kijk, wij noemen nu heel veel partijen op die niet bij de overheid hoorden, maar die de uitvoering. Ik vind het eigenlijk een verschrikkelijk woord voor wat die ervoor zorgen dat dingen ook voor elkaar komen. Dat het gewoon gebeurde. En dat is wel een les die ik ook heb geleerd bij VWS. Dat het soms een beetje zoeken was van, goh, wat doen wij dan in de uitvoering? En de vraag was eigenlijk, wat zou je willen behouden? Nou, dat is natuurlijk weer helemaal een verkeerde vraag beantwoorden. Maar ik zou eigenlijk bij de Rijksoverheid, ook omdat we een paar andere... ervaringen hebben opgedaan de laatste tijd. Hè? Bijvoorbeeld bij de kinderopvangtoeslagaffaire. Zou ik toch wel echt een pleidooi willen houden voor... laten we nou de uitvoering in ons eigen werk eens veel serieuzer nemen. Snap ik. Ron, ik ga denk even ingrijpen, want ik zit al op weg naar 6:30. En begrijp ik dat er nog een andere vraag is? Ja? Wie is dat, Pepijn? Leon? Ja, ik mag nu een vraag stellen. Ja, dat mag, ja. Ik wil eerst iedereen enorm veel complimenten geven met het geweldige werk wat het afgelopen jaar is gebeurd. Ik ben er nou zelf een jaar uit, dus ik heb het vooral als toeschouwer gezien. Maar ik had een vraag die een beetje aansloot bij de discussie van zo net over communicatie. Ja. En het is nog niet zo heel lang geleden dat het eigenlijk volstrekt normaal was dat ook ambtenaren in de media kwamen. Dus het is geen... Oh, is dat niet al een tijdje geleden, Leon? Nou ja, goed, voor mij misschien dan lijkt het allemaal korter geleden. Ja. Maar het was dus niet een... het is geen vanzelfsprekendheid dat het nu gaat zoals het nu gaat. Nee. Maar mijn vraag is dat de kop van Jut bij dit soort communicatie-issues is vaak de bewindspersoon. Ja. Die krijgt echt het volop voor zijn rekening. In de Kamer, maar vooral ook gewoon in de samenleving en in de media. Wat doet zoiets nou in de relatie met het ambtelijk apparaat? Hoe ga je daar als SG of als topambtenaren mee om met zo'n bewindspersoon die in de publiciteit zo geweldig onder druk staat? Waar gaat dat goed? Waar wringt dat? En wat voor advies geef je de opvolger van Hugo de Jonge daarin? Nou, of aan hemzelf als hij gewoon blijft, hè? Erik? Ja, dan Esther denk ik, en haar rond trouwens ook, Mike, weet ik. Kijk, ik ben, nou vooral dat hij zo, wat zou kunnen gebeuren is dat hij zo onder druk komt dat hij gaat mappen bijvoorbeeld. Nou, en dat heeft hij dus niet gedaan. Ik bedoel, wat ik heel knap vind is, want dat klopt. Wij hebben zo nu en dan lezen we vervelende dingen over ons in de krant. Hele vervelende dingen en dat vinden we dan heel erg en zo. Maar als iemand het voor de, en natuurlijk zijn er ook wel een paar ambtenaren, hè, ook bij het RIVM, die heel erg in de schijnwerpers zijn gekregen. Maar inderdaad, en we hebben 3 bewindslieden, maar inderdaad van die 3 Hugo de Jonge het meest. Wat ik vooral knap vind, ja, hoe ga je daarmee om? Hij heeft het voor ons in die zin natuurlijk, daardoor moeten wij ook nog harder werken en nog harder werken en nog harder werken. En soms denken we ook wel eens van, neem iets meer tijd, want dan kunnen we het beter doen. En dat is dan vooral het debat. Wat echt wel stevig gaat. Kan iedereen gerust op zijn. Dat speaking truth to power, dat is echt wel goed ontwikkeld binnen VWS. Maar we zijn wel heel blij dat hij op een bepaalde manier ook vrolijk blijft. En in ieder geval ook geholpen heeft en bij heeft gedragen aan het gevoel van veiligheid en rugdekking. En dat geldt ook voor de andere bewindslieden, dat wij wel konden doen wat we moesten doen
En dat we zeker wisten dat we over een half jaar en over een jaar en bij het OV-onderzoek en de parlementaire enquête, dan is iedereen vergeten hoe het was, dat we nog stevige gesprekken kregen, maar dat hij er staat en stond. Dus eigenlijk, Leon, is het antwoord dat op dat punt er niet zoveel te managen viel. Dat ging, daar hebben we wel een hele goede manier gevonden om op te gaan. Ja. En het is vooral het ongeduld, de discussie over als je nu nog sneller wil en nog sneller. Vanwege de Tweede Kamer en vanwege het ongeduld gaat het dan uiteindelijk niet tijd kosten. En moet je niet zo nu en dan even, juist even een weekje meer nemen. Versus, ja, maar als ik het nu niet binnen een paar dagen met een reactie kom, dan gaat het mis. Dat is denk ik vooral het permanente debat, maar ook dat kun je goed met hem voeren. Maar wat ik vooral heel knap vind, is dat zijn humeur goed blijft. En dat hebben wij meer nodig om te kunnen functioneren. Als we nu en dan... Maar misschien moet Esther ook eens vertellen. Esther? Hebben we ook wel zoiets van, nou, kan het even deze call op 's avonds laat even niet. Ja. Maar ja, onder de streep toch vooral, gegeven de gigantische druk, ook wel bewondering. Dankjewel. Ja, Esther? Nou, ja, heel kort. Ik ben ontzettend dankbaar dat wij het met Hugo hebben, meneer De Jonge, hebben mogen doen. Mm-hmm. En soms waren dat ook echt best pittige gesprekken, Leon. Maar die kon je ook hebben. En dan had je ze. En inderdaad soms om 11:00 s'avonds of op zaterdagmiddag. Maar weet je, dan had je ze en dan de bestellingen waren duidelijk. En dan gingen we weer. Dus ja, ik heb het niet moeilijk gevonden. Nee, maar ook niet wat Erik zegt... gemerkt dat je iets extra's moet doen om de minister, die voortdurend onder vuur lag. Want dat was de aanleiding van de vraag. We zagen elke dag in de krant, of zien elke dag in de krant, dat hij niet de hoofdprijs krijgt. Ja, nou ja, ik ben het eens met Erik, wat het met zich meebracht, is een nog grotere dynamiek in de acties die werden verwacht. Dat vond ik het voornamelijk het gevolg. Ik heb jou wel eens geplaagd met, volgens mij kom je uit elk gesprek met meer vragen dan dat je begon. Was dat plagen? Ja, het heeft geen enkele indruk gemaakt. Nou, kijk, de reflectie die je met elkaar zou moeten hebben, en alle betrokkenen, Tweede Kamer, pers, wij allemaal, andere departementen, is dat het, als het ons zou lukken bij een volgende crisis of nog de komende maanden om iets meer tijd te nemen met elkaar, dan weet ik zeker dat het beter zou zijn. Hoor je jezelf dit zeggen? Want dat hebben we tussendoor ook wel eens gezegd. Er was nooit tijd. Nee, dat is ons dus te weinig gelukt. Hè? Terwijl we allemaal het experiment kennen van iemand krijgt de opdracht, doe zoveel mogelijk puzzels en maak zo min mogelijk fouten. En iemand krijgt de opdracht, doe zoveel mogelijk puzzels. En die tweede, die maakt en minder fouten en meer puzzels. Ja. En ik heb wel het gevoel dat we vooral ook wel een beetje in die eerste categorie hebben gezeten. Ja. En dat is zonde. En dat is ook niemand te verwijten. Maar die zoektocht naar in zulke hectische omstandigheden toch met elkaar meer tijd maken, is denk ik nog wel een uitdaging voor de pandemie. Dankjewel. Ik ga naar een afronding, want we hadden afgesproken tot 6:30 dit gesprek te voeren. Sorry voor degene die misschien nog een vraag wilde stellen, maar ik ga nog even naar jullie vieren. Dit was even een gesprek waarin we op zoek waren dat we wel trots mochten zijn, maar ook kritisch bleven. Maar wat ook door de vragen gelukkig gebeurde, dat het niet verkeerd is om met elkaar te spreken over hoe doen we dingen en dat ook uit te leggen. Is dat bevallen, Erik? Oh, ik begin. Erik is de laatste. Maaike. Ja, mij is het op zich goed bevallen, want we hebben natuurlijk weinig dat publieke gesprek, ja, vooral thuis. Of, misschien is dit nou een begin. Op de sportschool, die laatst weer open mocht, ging ik allerlei vragen. Zit dan iemand naast jou op zo'n spinapparaat die allerlei vragen begint te stellen terwijl jij net aan het hijgen bent? Nee, we gingen dan gewoon wandelen. Dat is rustiger. Het was wel rustiger, maar... Wat zou je nog graag als slotzin willen meegeven? Of? Nou ja, ik denk dat we wel ook echt goed moeten blijven nadenken over wat kunnen we zelf goed en wat kunnen anderen goed. Ja. Want het moet... Je moet allemaal doen waar je goed in bent. En wat ik al zei, sommige dingen moet je ook echt het liefst zoveel mogelijk daar laten. En waar het thuis hoort. En dat ik apparaten heb ingekocht, dat moeten we eigenlijk liever niet meer nog een keer willen. Dankjewel. Ron? Nou ja, wat ik fijn vond van dit gesprek is... ik denk dat het tijd wordt dat we gaan luisteren en ons oordeel uitstellen. Ja. En ik... Als het begin is van dat gesprek,
en we ons oordeel nog eens een paar maanden uitstellen. En vooral in nieuwsgierigheid maar de overwegingen gaan beluisteren en daar eens een paar nachten over slapen. Dat zou mij heel veel waard zijn. Omdat ik denk dat we natuurlijk fouten hebben gemaakt in het rennen. Ja. En dat het helpt om daar niet van te zeggen, foei, dat was fout. Maar van te leren in wat gebeurt er nou in zo'n proces en waardoor gebeurt dat en wat kunnen we volgende keer zo doen dat we daar een andere afslag hadden genomen. En als het daartoe leidt, dan zou ik daar heel blij mee zijn. Dat is wel hopen dat anderen nieuwsgierig zijn als dat je zorgt dat je zelf nieuwsgierig bent. Het geldt voor allebei. Ja, ja. Dankjewel. Ja. Esther? Ja, ik was er natuurlijk driekwart niet. Dus een soort voorbeeld van hoe het was ook. Dus ja. In die zin is dat een mooi beeld. We hebben het begin gezegd, dit is de wereld waarin we dit soort in het verleden ook niet meer houden. Dus gewoon... Nee, dus excuses. Ja. Ik vond het een mooi gesprek. Ik moet je ook zeggen, ik vond het ook gewoon een beetje gek hè, om het te gaan doen. Ja. Ik vond het ook... Ja, niet spannend van, oh jee, kan ik dat wel aan? Maar ik dacht, ja, wat levert dat op? Ik merk dat ik het nog steeds wel een beetje spannend vind. En dat ik me wel heel erg thuis voel, Ron, bij wat jij zegt. Ik zou ook graag willen horen en willen luisteren. Dus ik heb hier nu iets mogen zeggen, daar ben ik heel dankbaar voor, maar... Nu vind ik dat ook eigenlijk wel weer mooi geweest. En ik ben heel, heel benieuwd. Ik ben ook echt benieuwd naar de verhalen over ons. Met wat meer nuance en wat meer afstand. En die, ja, die wil ik heel graag lezen en ervan leren. Volgens mij moeten we ook naar vragen. Dankjewel, Esther. Erik? Ja, eigenlijk is het al gezegd. Dus als dit een eerste stap, misschien een beetje te groot gemaakt vandaag. Maar een eerste stap kan zijn naar inderdaad meer oordeel uitstellen. Dus hier naar elkaar. Dat geldt ook voor ons, waarom mensen soms zo in onze beleving zo ongenuanceerd denken dat we er hier maar een rotzootje van maken. Ook daar niet boos worden, niet terugmeppen. Wat maakt dat je dit zegt en kunnen we daar gewoon een gesprek over hebben? En als je dan argumenten wisselen, overwegingen wisselen, misschien ook nog een beetje teruggaan in de tijd samen. En dan nog een keer met elkaar praten en als het dan nog steeds kritisch is, ook goed. Dan komt het goed. Ja. Mag ik jullie bedanken, want het was inderdaad zoeken naar een gesprek. En wat we gelukkig via de vragen ook kregen, we moeten ons uitgenodigd voelen om verhalen te vertellen, maar we moeten ook onszelf uitnodigen om te luisteren. Dus dank voor jullie allemaal dat jullie naar ons gesprek hebben geluisterd. Dank ook voor degene die daar ook op zijn ingegaan. En ik geloof, Erik, dat ik heb gesolliciteerd dat ik nog een keertje met degene die helaas ook voor hunzelf niet mochten meedoen of konden meedoen, omdat ze in de politieke arena moest acteren, dat ik die nog een keertje mag uitnodigen voor een... Ja, die staan te trappelen. Ja, ik ook. Dus als we dit beschouwen als een gesprek dat nog geen einde kent, dan lijkt me dat een mooie afspraak. Dank voor jullie luisterend en kijkend oog. Luisterend oor, kijkend oog. En dank voor de manier waarop we het gesprek hebben kunnen voeren. Over... Pepijn, 3 weken. Over 3 weken komen we terug in deze arena met een Reuring Online. En Esther, het zal je genoeg doen over de uitvoering. En hoe spannend het is om in de uitvoering toch goede resultaten te krijgen. En ook, waar mogen zij trots op zijn, maar ook de druk die zij ervaren. Dus het is niet gepland, maar het is wel het eerstvolgende onderwerp. Dank jullie wel en tot hopelijk over 3 weken. Dag.